Goedenavond iedereen. Mijn naam is Frederik Gailly. Ik ben een van de promotoren van Jan Klaas. Welkom iedereen hier vanavond in deze speciale zitting, zullen we maar zeggen. Dit is geen examenzitting. Dit hebben we al gehad vorige week. Dus eigenlijk mag ik al zeggen welkom in de speciale zitting van het doctoraat van dokter Klaas. Want hij heeft eigenlijk al het diploma behaald. Vorige week was dat in Eindhoven. Dit is het doctoraat in samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven. Dit is eigenlijk een doctoraat. Hij krijgt eigenlijk twee diploma's. En in elk op elk diploma staat er een verwijzing naar de andere universiteit dan. En we hebben geluk. Het diploma van Gent was nog niet klaar vorige week. Dus dat kunnen we vandaag nog overhandigen. Natuurlijk ga ik dat niet doen, alvorens Jan ook nog eens zijn doctoraat te laten presenteren. In Eindhoven had hij daarvoor 10 minuten. Dat was niet veel. Nu krijg je ietsje langer. Nu krijg je daarvoor een uurtje van mij. Ik denk dat dat wel gaat lukken. En nadien, ja, zien we dan wel dat we tevreden zijn. We gaan er toch een beetje examencommissie van maken. En dan kan ik zijn diploma overhandigen. Dus, maar nu geef ik het woord aan Jan. Dank u wel, Frederik. De bedoeling is, voor de mensen die hier in het eerste deel waren, dat ik nu ga uitleggen, voor iedereen wat ik in mijn voorbije 6 jaar gedaan heb in mijn doctoraat. De mensen die in het eerste deel waren, die gaan hier en daar een link zien met wat we daarnet getest hebben en gaan hier en daar kunnen de link leggen met hoe zij zelf passen in dit verhaal. De andere mensen die daarnet er niet waren, dat is geen enkel probleem. Normaal kan je ook goed volgen. Zeker naar het einde toe ga je misschien die link misschien wel missen, maar ik hoop dat je ook jezelf genoeg kent om een idee te hebben van hoe dat jij in dat verhaal past. Eerst en vooral, het gaat over modelleren. En de vraag die je misschien stelt is over welke modellen gaat het? Het gaat uiteraard niet over personen die model staan, maar het gaat over bepaalde schematische overzichten. Nu, de bedoeling is dat we het vandaag een beetje interactief gaan doen. Toch voor de mensen die een smartphone hebben en die bij hebben. Voor de anderen verloopt het misschien iets moeizamer dan. De eerste vraag die ik jullie wil stellen is, kennen jullie bedrijfsprocesmodellen? En ik zou eigenlijk graag jullie antwoord weten op die vraag. Dus de bedoeling is, als je een smartphone bij hebt, dat je surft naar een website waarop je kan antwoorden op die vraag. Die website is janklaas.info/poll. En daar vult je het nummer 33 in, deze poll. Deze vraag is nummer 33 in mijn reeks. Ik weet niet of je dat kan lezen, dat staat rechtsbovenaan. Dus telkens als je tijdens de slideshow rechtsbovenaan zo een blokje ziet, ga je naar diezelfde website, maar vult je een ander nummer in. Ze lopen gewoon op. Dus dit is 33, straks komt 34, 35 enzovoort. Maar ik wil vragen om nog niet te antwoorden op de volgende vragen. Zolang ze niet op de slide staan, dan kan je juist antwoorden. Dus probeer dat maar eens. Mocht je geen internet hebben, er hangen aan de zijkant, aan de kapstokken, blaadjes met informatie hoe je op internet kan. Ik weet niet of je dat kan lezen van op je plaats, maar ga gerust even kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is wel leuker als je kan meedoen met die vragen. Ik ga ondertussen mijn andere pagina nog openzetten. Dus polnummer is 33 en website is janklaas.info/poll. Het is een automatisch gegenereerd paswoord, dus het is niet zo'n makkelijk paswoord. Ik had het misschien beter op mijn slides gezet. Ik zie dat er al antwoorden binnenkomen. Mijn balkjes kloppen wel niet, die groene balkjes, maar daar moet je niks van aantrekken. De meeste mensen kennen het blijkbaar wel of denken het te kennen. Ik ga nog eventjes wachten tot iedereen dat internetgedoe heeft kunnen regelen. Thank you.
Lukt dat? Goed, dus de meesten onder jullie denken dat de kern, dat is goed nieuws, maar we gaan dat toch nog eens bekijken wat dat juist is, zo'n procesmodel. Je moet je eigenlijk voorstellen dat we in een bepaald bedrijf zitten. Het gaat over bedrijfscontext in bedrijven. Bijvoorbeeld, laat ons veronderstellen dat we in de Volvo-fabriek zijn. Hier in de buurt in Oostakker is een grote Volvo-fabriek. En dat we daar een bepaald proces onder de loep gaan nemen, namelijk de assemblage van auto's. Dat gebeurt daar. Dit zijn geen Volvo's, maar het zou moeten Volvo's voorstellen. Dus we gaan het fabrikageproces bij Volvo, hoe wordt zo'n auto gemaakt? De vraag die we ons gaan stellen is, hoe gebeurt dat? Welke stappen gebeuren daar? En wat maakt men dan? Wel, een procesmodel. En dat is eigenlijk gewoon een stappenplan. Uiteraard ziet dat er niet zo uit. Maar een stappenplan, hoe gaan wij zo'n auto maken? In welke stappen gebeurt dat? Ik zeg bewust een aantal keer stappen. Dat is het sleutelwoord bij procesmodellen. Het gaat over de stappen. In welke volgorde wordt zo'n proces uitgevoerd? Ja? Uiteraard ziet die tekening er in het echt niet zo uit. In een bedrijf gaat men dat niet op zo'n niveau modelleren, maar ziet zo'n model er bijvoorbeeld zo uit. Dit is een procesmodel in een taal die heet BPMN. BPM staat voor bedrijfsprocesmodel en N staat voor notatie. Dit is de manier waarop men zo'n procesmodel voorstelt in een bedrijf. Dit is nog een eenvoudig procesmodel, maar dat kan al snel heel complex worden en daar gaat eigenlijk mijn doctoraatsonderzoek over. Als we eens kijken wat er in zo'n procesmodel weergegeven wordt, dan zie je in eerste instantie dat er een startpunt wordt weergegeven. Waar start uw proces? Een bepaald proces kan soms meerdere startpunten hebben. Het kan zijn dat je op meerdere manieren kan starten. Meestal gebeurt dat op één plaats. En een proces heeft ook ergens een eindpunt. Dat wordt ook expliciet in die tekening aangegeven. Je ziet dat het symbool gelijkaardig is, maar helemaal hetzelfde. Dus de cirkel met de dunne lijn is een startpunt en de cirkel met de dikke lijn is het eindpunt van een proces. Ook hier de opmerking, het kan zijn dat je meerdere soorten eindpunten hebt. Bijvoorbeeld als er onderweg iets misloopt, ga je misschien vroeger stoppen, je proces afbreken, dan heb je een ander eindpunt dan als je je proces helemaal uit doet. Het is een eenvoudig proces, zei ik net. Het is een proces met één start en één eindpunt. En dan heb je natuurlijk een hele hoop activiteiten die moeten gebeuren. Iedere stap in dat proces heet een activiteit in procesmodelcontext. Bijvoorbeeld monteerkrukas is eentje in ons assemblageproces. Maar zo heb je een hele reeks stappen die na elkaar worden uitgevoerd en die na elkaar wordt dan weergegeven met pijlen. Dus je ziet, ik ben hier symbolen aan bespreken. Hoe geef je dat weer in die taal? Dus de verschillende stappen, pijlen daartussen, je gaat van start naar de eerste activiteit. Je gaat van de eerste activiteit naar de tweede, naar de derde, naar de vierde en uiteindelijk naar een eindpunt. Uiteraard is dat niet alles. Je doet niet alles na elkaar. Soms doe ik zaken tegelijkertijd. Daarvoor bestaat er ook een symbool, een plusteken. De plus van je doet allebei tegelijkertijd. En dan heb je ook een sluitend symbool van. Dus op een bepaald moment splitst je pad op in twee delen. Op een bepaald moment komt dat ook weer samen. Dus dan gebruik je twee keer die plus voor om te weten wanneer dat samenkomt. En dat samenkomt, daar spreken we over wacht op beiden. Je proces gaat maar voort als die beide parallele paden uitgevoerd zijn, als al die stappen daar uitgevoerd zijn. En tot slot, want we gaan niet alles bespreken, maar een basisset ga ik jullie meegeven, dat je toch een beetje een idee hebt waarover het gaat. Kan je ook in plaats van twee paden tegelijkertijd te volgen in zo'n proces, maar dat kan het ook zijn, je zegt, ja, één van de twee gaat hier gebeuren. Ofwel, in dat geval gaan we dit doen en in een ander geval doen we andere zaken. En ook dat is iets wat op een bepaald moment splitst en weer samenkomt. En dan gaat je procesmodel verder voor beide gevallen op dezelfde manier. Ja, dit zijn eigenlijk 6 symbolen, 8 begrippen, waarmee ik eigenlijk de voorbije 6 jaar heel mijn onderzoek gevoerd heb. Ik heb mensen procesmodellen laten maken, maar vereenvoudigde modellen met enkel deze 8 symbolen, 6 symbolen of 8 begrippen, met enkel deze zaken. Dus alle extra functionaliteiten daarin zit. Je ziet op die figuur onderaan nog wel een hele hoop andere zaken. Heb ik helemaal buiten beschouwing gelaten. Ik heb me echt gefocust op de essentie. En dan nog zien we dat we daar heel nuttige dingen mee kunnen doen. Nu, eerst en vooral wil ik aan jullie vragen. Je hebt zo'n notitieblokje gekregen. En als het goed gaat, heb je ook nog een pen. Om eens te proberen, kan je zelf zo'n procesmodel maken. Probeer eens met die symbolen gewoon vrij, gelijk dat je dat zelf denkt, proces van Just Eat. Als je op de website gaat en je moet bestellen, een pizza bestellen die bij jou thuis geleverd wordt, weet ik veel. Hoe zou dat verlopen? Wat zijn de stappen? Gebeurt er iets parallel? Gebeurt er iets? Zijn er zaken die optioneel zijn? Probeer dat zelf eens op een blaadje. Dan heb je een beetje een voeling waarover dat gaat.
Je mag gerust afkijken en samenwerken. Het is geen examen. Ik zie dat iedereen zo heel serieus bezig is. Probeer ook eens na te denken hoe je dat aan het doen bent. In welke volgorde ben je aan het werken? We gaan daar straks wel op terugkomen. Dan heb je een idee hoe je zelf zoiets aanpakt. Goed, we gaan dat samen eens bekijken. Maakt niet uit of je dat juist of fout gedaan hebt. Het is maar de bedoeling dat je een idee hebt waarover we spreken. Zoals ik het zie, heb je altijd een startpunt, uiteraard. Dus we starten met een bol om het startpunt aan te duiden. En dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel ben je al klant, ofwel ben je nog geen klant bij Just Eat. Als je al klant bent, dan is de eerste stap log in je systeem. Je kan dat als twee stappen zien. Je moet je username en je paswoord opgeven. Maar ik heb dat hier als één stap gezien. En als je nog geen klant bent, dan moet je eerst registreren. Dan moet je iets meer gegevens opgeven. Dan moet je een heel venstertje invullen met je gegevens, je straat, je huisnummer, eigenlijk heel je adres en bepaalde contactgegevens. Ja? Daarachter komt dat weer samen, ongeacht welke situatie je had. Heb je ingelogd, ben je geregistreerd, ben je eigenlijk ook automatisch ingelogd. Dan gaat het voor beide gevallen op dezelfde manier verder. Namelijk, je gaat twee dingen tegelijkertijd kunnen doen. Tegelijkertijd, daarmee bedoel ik eigenlijk, jij kiest de volgorde, maar het gaat niet voort voordat je de twee gedaan hebt. Dus je gaat dat uiteraard niet letterlijk tegelijkertijd doen, maar je kan eerst je gerechten kiezen en dan je betaalmethode, of bijvoorbeeld eerst de betaalmethode en dan je gerechten. Je kiest dat en pas als je daar met die twee klaar bent, gaat je proces verder. Dus dat zie je hier in die parallele constructie. Die twee gebeuren in parallel en pas als die twee gebeurd zijn, dat zie je dan op die laatste, dat komt weer samen, pas dan gaan we voort. Ja? Het kan zijn dat je andere zaken hebt. Ik weet niet hoe het in praktijk gebeurt. Ik ben zelfs niet gaan kijken op die website. Maar dat is een parallele constructie. En dan klik je onderaan of zo op afrekenen. En heb je weer twee situaties. Ofwel ga je cash betalen bij degene die aan de deur komt leveren. Ofwel betaal je nu via internet, via bankcontact of een of andere bankkaart, creditcard. Op het moment dat je kiest voor creditcard, ga je die betaling afhandelen. Ik heb je nu geen details vermeld. Je zou dat eigenlijk ook in een aantal stappen kunnen uitsplitsen. En als je cash betaalt, gebeurt er eigenlijk nu niets bij het bestellen. Niets meer, dan moet je dat straks maar regelen met degene die aan je deur komt staan. Ja? En uiteindelijk ga je dan bijvoorbeeld uitloggen en eindigt het proces. Ja? Het kan perfect zijn dat je iets anders hebt. Het maakt niet uit wat juist of fout is, maar nu heb je een idee, hopelijk, op welke manier dat men in bedrijven hun processen modelleren. Uiteraard, in een bedrijf is dat niet zo eenvoudig. Er zijn veel meer uitzonderingen, veel meer situaties en die modellen worden al heel snel heel complex. Goed, dus dat om een idee te krijgen over welke modellen spreken we eigenlijk, wel procesmodellen, een proces in een bedrijf gaan weergeven in een schematische voorstelling. Ja? Misschien gewoon een vraagje tussendoor. Heb je een idee hoeveel bedrijven dat zo'n modellen zouden maken in percentages? Denk je? Roep maar iets. 80%, 75%. Ik weet het eigenlijk zelfs het antwoord niet, maar het zit inderdaad wel in die orde volgens mij. Zeker de grotere bedrijven zijn daar allemaal heel hard mee bezig. Een kleiner bedrijf heeft daar misschien de tijd niet voor om dat zo gestructureerd te doen, maar die gaan dat waarschijnlijk ook wel doen. Dus mensen documenteren dat om heel wat verschillende redenen. Soms kan dat zijn omdat het moet. Je hebt een of ander kwaliteitscertificaat en daarin zit een verplichting dat je je processen documenteert en dan maak je die modellen. Of soms kan het zijn dat je zegt, ik wil een bepaalde analyse doen. Ik wil kijken hoe goed wij bezig zijn. Ik wil kijken of we niet bepaalde zaken kunnen optimaliseren. Dat is weer iets anders. Andere mensen willen kijken, dit is het proces dat we denken dat we doen, maar klopt dat wel? Die gaan een soort praktijktoets doen, die gaan zoeken naar uitzonderingen enzovoort. Dus om heel wat redenen worden in bedrijven vandaag de dag massaal geïnvesteerd in dit soort modellen maken, in hun eigen processen in kaart brengen. Goed, de vraag die ik mijn doctoraat stelde is, hoe gebeurt dat eigenlijk? Hoe maakt iemand zo'n model? Uiteraard is die vraag geïnspireerd door het feit dat dat dikwijls al eens misloopt. En ik vraag me af, hoe doen mensen dat als eerste stap om dan af te vragen, wanneer loopt het mis? Wel,
Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben een heel aantal observaties gedaan. We hebben vooral met studenten gewerkt. Heel veel studenten hebben wij een tekstbeschrijving gegeven, dus gewoon een uitleg over een bepaald proces in woorden, en gevraagd, maak daar zo eens een schema van. Eigenlijk min of meer wat jullie gedaan hebben, alleen heb ik bij jullie het proces zelfs niet eens beschreven. En je ziet een aantal foto's. We hebben een hele hoop reeksen gehad met verschillende kleuren, pakketjes klaargemaakt. We hebben dat in grote computerlokalen studenten aan de slag gelaten. Een hele hoop mensen tegelijkertijd. Hier zie je trouwens ook professor Van der Feesten, een van mijn promotoren uit Eindhoven. Dus we hebben daar heel wat informatie verzameld. Die observatie zelf zie je hier een paar foto's. Eigenlijk gewoon computerlokalen vol met studenten die die oefening aan het maken zijn. Dat is gebeurd zowel hier in Gent als in Eindhoven. Toch waar ik rechtstreeks bij betrokken was, maar eigenlijk ook in een aantal andere universiteiten hebben we die oefeningen gedaan. Zodanig dat we heel wat verschillende soorten studenten, het zijn allemaal studenten, maar heel wat verschillende types studenten aan het werk gezien hebben. Zowel technische profielen, mensen die meer in informatica wiskunde richting zitten, ingenieurs, als meer bedrijfsprofielen, mensen die in economische richting doen, handelsingenieurs, TW-studenten, toegepaste economische wetenschappen. Die hebben allemaal die oefening laten doen en wij zijn eigenlijk gaan observeren. We hebben een hele hoop data verzameld van al die studenten om een idee te geven. Zelf heb ik data gebruikt van 8 van zulke sessies, wat in totaal geleid heeft tot 1214 verschillende modellen die we verzameld hebben van 664 deelnemers. Een hele hoop data hebben we verzameld. Je ziet daar links het filmpje lopen. Dat is van één persoon die model maakt. Ik ga niet het hele filmpje tonen, want dat duurt wel een tijdje. Maar een hele hoop data. We hebben eigenlijk heel veel informatie verzameld over hoe hebben die mensen dat gedaan. Dat heeft ons in totaal 2,34 gigabyte aan data opgeleverd. Zowel de pure data als allerlei berekeningen, andere visies dat wij op die data gemaakt hebben. Ik sta hier vandaag alleen, maar eigenlijk is dat werk, die verzameling van die data, dat we met meer dan 13 onderzoekers gedaan hebben uit meer dan 6 verschillende universiteiten. Hier staan nog 6, maar het zijn er ondertussen ook meer. Dus dat is een enorm grote samenwerking, waar ik dus heel dankbaar ben dat ik samen met al die mensen dat heb kunnen doen. En dus die grote set van meer dan 1000 modellen heb kunnen verzamelen. En dat is voor mij in mijn doctoraat min of meer het startpunt geweest. Toen waren nog niet al die 1000 modellen daar, maar toch een 200-tal of zo, en ik ben mee begonnen. En ik heb zelf geholpen om die set uit te breiden. Goed. Wat hebben we nu gedaan? We hebben eigenlijk elk van die elementen uit zo'n procesmodel hebben wij een bepaald symbool gegeven, een beetje hetzelfde symbool als het echte symbool, maar iets eenvoudiger. Dus die cirkel hebben we een bol van gemaakt. We hebben geen onderscheid meer gemaakt tussen start en einde en ook niet tussen een parallel of een optionele splitsing of samenkomst. Dus we hebben uiteindelijk maar 4 symbolen overgehouden. Een bolletje, een vierkantje, een ruitsymbool en een driehoekje voor een pijl. En dan hebben we gezegd, ja, je kan die zaken, als je een model maakt, kan je daar verschillende dingen mee doen. Je kan die om te beginnen creëren. Dus we hebben een heel set figuur gemaakt in het groen voor creatie. Op het moment dat ik een activiteit in mijn model ga opnemen, dan gaan we het straks weergeven met een groen bolletje. Op het moment dat je die activiteit dan gaat verplaatsen, het kan zijn dat je op een bepaald moment zegt, ja, die staat niet op de juiste plaats, ik ga die op een andere plaats op mijn model zetten. Dan hebben we dat een blauwe kleur gegeven en op het moment dat je misschien bepaalde zaken wegdoet, dat je zegt, oké, hier heb ik iets te veel gezet, dat moet daar weer uit, dan geven we dat in het rood weer. Ja? Met andere woorden, we zijn die data gaan versleutelen naar iets wat dat visueler is, wat verstaanbaarder is. Wat hebben we daarmee gedaan? We hebben eigenlijk, dus hier zie je het overzicht van al die activiteiten. Misschien kan je dat niet lezen, maar dat hoeft ook niet. De groene gaat over creëren, de blauwe over verschuiven en de rode over verwijderen, dat is het belangrijkste. En dan hebben we dat model. Eigenlijk hebben we ieder element uit dat model hebben wij een lijn gegeven in onze figuur. Dus we hebben allemaal lijntjes voorzien in onze figuur om eigenlijk op iedere lijn informatie over zo één element uit het model weer te geven. Dus de eerste lijn is voor het start-event, de tweede lijn voor die pijl die daaruit vertrekt, de derde lijn voor de eerste activiteit enzovoort. Iedere lijn heeft zo zijn overeenkomst in het procesmodel. Dus we zijn hier een figuur aan het opbouwen om weer te geven hoe dat die persoon dat procesmodel gemaakt heeft. En op die figuur gaan we een lijn voorzien per element dat die persoon gecreëerd heeft. En die lijnen, dat is eigenlijk een tijdsas. Dus we gaan de tijd, als iemand daar een uur heeft aan bezig geweest, dan heb je hier een grafiek die een uur breed is. En hebben we weer gegeven hoe dat die persoon dat model heeft gemaakt. Dus dit is een visualisatie die ik zelf ontworpen heb voor mijn doctoraat, die ook gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. Het nuttige hieraan is dat je visueel, je hebt daarnet die data zien scrollen op het scherm, dan heb je natuurlijk niet veel aan, maar hier in één oogopslag zie je hoe dat één persoon één procesmodel gemaakt heeft. Ja?
Ik ga dan met jullie eens in detail doorgaan, want dat is wel interessant als je dat in iets meer detail bestudeert. Ik ga één brokje uit die figuur uithalen en dan gaan we eens kijken wat dat juist betekent. Wat die persoon, dit is een willekeurige student die ik heb uitgevist, wat die juist gedaan heeft. Vooraan op die lijn wordt eigenlijk, je kon dat daarnet niet goed zien, het nummer weergegeven van het element. Dus dat nummer, die nummer 7, 29, 8 enzovoort, kan ik gaan opzoeken in het eigenlijke procesmodel om te weten over welk element dat juist gaat. Maar ze zijn gesorteerd, dus bovenaan heb je het startpunt en onderaan heb je het eindpunt. En dan in volgorde van je model staan daar tussen de andere lijnen. En op die lijnen zie je dus op bepaalde plaatsen bolletjes in een bepaalde kleur staan met een bepaalde vorm. Die geven weer wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld, als we de tijd laten verlopen van links naar rechts, het eerste wat we tegenkomen is een bolletje op de eerste lijn. Dat is de creatie van het start-event. Dus nogal logisch, de meeste mensen beginnen als eerste. Je hebt dat waarschijnlijk ook als eerste op je blad, die startbol getekend. Dat is het startpunt van mijn proces. Als tweede heeft deze persoon een activiteit gemaakt. En dan, misschien eigenaardig, heeft hem niet direct die pijl daartussen getrokken. Dat gaan we straks tegenkomen. Maar is hij voortgegaan? Hij heeft daar een bepaald beslissingspunt opgenomen. Hij heeft nog twee activiteiten gemaakt. En dan, dat hangt nog allemaal niet aan elkaar met pijlen. Op een bepaald moment heeft hij besloten, ja, dat staat hier allemaal niet goed. En heeft dat min of meer gelijktijdig verschoven. Dat zijn de blauwe. Hij heeft dan gezegd, oké, ik moet dat anders zetten. Waarom, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij heeft besloten, dat staat hier niet goed. En pas een heel eind verder zie je die driehoekjes, die pijlen daartussen. Dus die persoon heeft pas helemaal op het einde alles verbonden met de pijlen. Dat is een typische stijl die we bij sommige mensen herkennen. Sommigen onder jullie hebben dat misschien daarnet ook gedaan, op uw klein oefeningetje. Anderen maken direct de pijlen daartussen. Het is op dat niveau dat wij informatie zijn gaan verzamelen. Hoe maken mensen procesmodellen? Hoe pakken ze dat aan? In welke volgorde maken zij het model? We hebben dat dan geanalyseerd. We hebben een hele hoop van die grafiekjes aan de muur hangen. We zijn daarnaar gaan kijken. Kunnen we zien, dus dit zijn dan allemaal verschillende mensen die hetzelfde proces gemodelleerd hebben met een verschillend model waarschijnlijk. En we zijn gaan kijken, zien we verbanden, zien we bepaalde patronen die terugkomen, bepaalde werkwijzen die we bij meerdere mensen zien opduiken. Zoals daarnet al gezegd, er zijn een hele hoop mensen die het maken van hun pijlen uitstellen, die dat pas op het einde doen. Dat is zo'n patroon dat we bij meerdere mensen gezien hebben, dus dat we op die muur of in die serie meerdere keren hebben zien terugkomen. En dan hebben we een hele hoop observaties opgelijst. Die zijn allemaal beschreven. Dit gaat allemaal, alle observaties die je hier gaat zien, uit een dataset, ik dacht, van een 350 studenten. Het zijn allemaal mensen die dezelfde proces hebben moeten modelleren, starten van dezelfde beschrijving in woorden, maar die misschien wel allemaal verschillende figuren zijn uitgekomen. Ja? En dan zie je dat bijvoorbeeld iemand hier, op ongeveer 5 minuten was die klaar. Die grafiek is heel kort. Het hele plaatje is een uur, maar die heeft maar 5 minuten aan bolletjes op dat figuurtje staan. Natuurlijk, het kan zijn dat hij die oefening ook gewoon niet goed gedaan heeft. We hebben hier nog altijd geen idee over het resultaat. Is dat nu een goed model of niet? Heeft hij eigenlijk alles wel gemodelleerd? Maar die heeft maar 5 minuten daaraan gewerkt. Waar anderen, en uiteraard zijn het extremen, hier is het ongeveer 44 minuten heeft die persoon aan diezelfde oefening gemerkt. Dus daartussen zaten de oplossingen die van de studenten kregen tussen 5 en 44 minuten. We hebben ook een hele hoop mensen gezien die een start-event op hun canvas zetten. Zo heet dat, een canvas. Op hun scherm zetten, dat startbolletje, en die dan even moeten nadenken of zo, want dan zien we een tijdje niets gebeuren. We weten eigenlijk niet wat hij aan het doen is, maar we vermoeden dat hij die tekst aan het lezen is of aan het nadenken is van hoe ga ik dat hier aanpakken. Misschien heb je dat daarnet ook gedaan, je bolletje op je blad gezet en gedacht, hoe verloopt dat proces eigenlijk? Wat is nu eigenlijk de eerste stap? Dus dat zien we bij een heel aantal mensen opduiken, dat het even duurt hier als ze dan uiteindelijk gaan starten met het model zelf. We zien ook dat er regelmatig pauzes worden genomen. Dus je hebt sommige personen die een vast tempo aanhouden en die eigenlijk heel regelmatig, met regelmaat, een procesmodel maken. Maar je hebt andere mensen die een beetje in brokjes werken. Die maken een brokje en dan hebben ze even tijd nodig, waarschijnlijk ook weer om te lezen of om na te denken. En dan gaan ze weer verder. Ja, dus we zien dat mensen pauzes nemen. We zien ook een verschil tussen mensen die weinig elementen gemaakt hebben en mensen die veel elementen gemaakt hebben, maar daar misschien ook een aantal weer van verwijderd hebben. En de patronen worden altijd maar interessanter. De eerste zijn het triviaal, maar nu begint het stilaan interessant te worden. Wij zijn ook eens gaan kijken naar die blauwe bolletjes. Als mensen gaan verschuiven, eigenlijk aan de layout van hun model gaan werken, dat alles er goed uitziet. Sommige mensen hebben eigenlijk bijna geen blauwe bolletjes. Dat kan zijn dat die layout van in het begin goed is, of dat kan zijn dat die daar gewoon niet omgeven en gewoon maar iets op dat scherm zetten. En dat, hoe dat eruit ziet, dat dat minder belangrijk is voor die mensen. Bij andere mensen zien we, we hebben dat als een diagonale zone aangeduid, zien we dat ze wel blauwe bolletjes hebben, maar steeds dicht bij hun groene bolletjes. Dus op het moment dat zij een element creëren, gaan ze dan misschien nog wel wat moeten positioneren, maar eens dat het dan goed staat, zie je eigenlijk meer naar rechts hier,
ziet je geen blauwe bolletjes meer, dan blijven ze daar ook verder af. Dus zij werken een brokje af en dan blijven ze daar af. Dan gaan zij voort met de rest van hun model en komen ze niet meer terug op die eerdere elementen. Dan heb je een groep studenten die zeggen, ja, we doen dat misschien ook wel voor een stuk, maar we gaan op het einde nog eens nakijken en dan beginnen zij op het einde weer van alles te verschuiven. Dus hier zie je dat helemaal aan de rechterkant een hele hoop van die blauwe bolletjes staan, dat zij op het einde nog eens naar hun layout gekeken hebben en dacht, ja, dit kunnen we toch een beetje anders positioneren. En je hebt ook mensen die dat eigenlijk constant zijn, die constant bezig zijn met elementen verschuiven om dat allemaal een beetje proper te houden of misschien ook gewoon om plaats te maken dat zij dingen heel kort op elkaar modelleren en daar iets tussen willen plakken, ja, dan moet je ook alles gaan verschuiven. Dus je hoort ook al aan de manier waarop ik erover spreek, we hebben dikwijls geen idee over de reden waarom dat we dit zien, maar het blijft interessant om te kijken hoe dat mensen dat hebben aangepakt. We zien ook sommige mensen die hun start-event eerst plaatsen en dan hun eind-event, maar we zien ook mensen die tegelijkertijd hun start en dat direct daarachter al hun einde zetten en die dan daartussenin gaan modelleren. En hetzelfde zien we met die beslissingspunten. Op het moment dat je pad opsplitst, weet je dat dat ooit weer zal moeten samenkomen. Dus kun je dat samenkomstsymbool eigenlijk ook al direct op je scherm zetten. Of je kan dat uitstellen tot je die paden hebt gemaakt en dan die samenkomst daarop modelleren. Dit hebben we eigenlijk al gezegd. Mensen die geen pauzes pakken, mensen die in stukjes werken. Dat stond eigenlijk tevoren al. Dit is die beslissingspunten, of je die samen maakt of niet. Dat zijn mensen die ze samen gemaakt hebben. Je ziet er eigenlijk telkens twee omcirkeld. Dus die hebben telkens het openen van een splitsingspunt en het sluiten direct naar elkaar gedaan. Mensen die het maken van hun pijlen uitstellen, die hebben we eigenlijk ook al tegengekomen. En tenslotte misschien mensen die in brokjes werken, die bepaalde brokjes definiëren en dat stuk voor stuk afwerken. Ja? Een hele hoop patronen die we gedefinieerd hebben. We hebben ook gekeken naar hoeveel mensen in die dataset op die manier modelleren. We hebben dat allemaal mooi beschreven. Hoe maken mensen modellen? Uiteraard is dan de eerste vraag die daarachter volgt is, oké, weten we dan ook welke van die manieren dat het best werken? Want natuurlijk, men doet dat op verschillende manieren, maar niet elke manier is even goed. Dus wat we nu hebben gedaan, is niet alleen gekeken naar hoe doen ze dat, maar ook naar wat was dan het resultaat dat daarbij hoort. Dus we hebben diezelfde set van observaties van daarnet, maar we koppelen nu telkens het resultaat aan het procesmodel dat zij gemaakt hebben. Ja? Dit is uiteraard niet leesbaar, dat is ook niet de bedoeling. Maar we zijn dus de twee gaan vergelijken. Het figuurtje waarop staat hoe dat je gewerkt hebt en het uiteindelijke resultaat in de vorm van een procesmodel. We gaan dat misschien samen ook eens doen. Dan heb je daar een idee van hoe dat zoiets gaat. Je hebt hier vier patronen. De eerste stap is herken patronen. Dus kan iemand daar een bepaald patroon in herkennen? Heb je iets dat je zegt, dat is typisch aan een van die vier? Zeg maar als je iets ziet waarvan je denkt, dat is interessant. Die linksboven, die volgt de volgorde van de stappen. Ja, die linksboven heeft eigenlijk een diagonale lijn, die heeft in volgorde gewerkt. Dus hoe meer naar boven, hoe meer van voor in je model, hoe vroeger dat hij het gemaakt heeft, dat wil zeggen dat hij zijn model in volgorde gemaakt heeft. Van start naar einde heeft hij het ook gecreëerd en gelayout enzovoort. We hebben dat flow-oriented genoemd. Hij volgt de flow van het model in het bouwen van het model. Nog patronen? Op de andere dan? Ja, inderdaad. Die heeft zijn pijlen op het einde gezet. En zelfs ziet je daarna nog een layoutingsfase, nog een blauwe lijn. Dat hebben we aspect-oriented modeling genoemd. Jullie volgen mooi de volgorde van mijn animatie. Dus die heeft eerst een aantal activiteiten en van die beslissingspunten op zijn scherm gezet. Daarna, tweede sessie, tweede reeks, heeft hij daar overal pijlen tussen geplakt. En in een derde fase is hij opnieuw door heel zijn model doorgegaan, heeft hij overal de layout goed gezet, heeft hij overal alles zitten verschuiven, zodat het mooi stond, gelijk dat hij of zij het graag had. Dit noemen we aspect-oriented modelleren. Dat wil zeggen dat hij één voor één verschillende aspecten van zijn model gaat aanpakken. Dus hij maakt telkens het hele model, maar eerst focust hij op de inhoud, de activiteiten en beslissingspunten. Dan meer op de structuur, je gaat alles aan elkaar hangen. En dan misschien meer op de layout, hoe dat alles eruit ziet. Dat zijn drie aspecten die je achtereenvolgens heeft aangepakt. Zie je er nog in de onderste, zie je daar ook patronen in? In fases, ja, is dat dan hetzelfde als rechtsboven? Dat is toch ook in fases, of wat is dan het verschil? Ja, wel, wij zien dat eigenlijk als de combinatie van de bovenste twee. Als je alleen naar de groene kijkt, zie je meer die diagonale zone. Hij heeft eigenlijk de essentie van zijn model in volgorde gemaakt, maar heeft af en toe onderbroken om een fase van layouting of een fase van pijlen verbinden daartussen te lassen, van het partiële model dat hij tot dan had. En rechtsonder, zie je daar ook een patroon in? Nee, we hebben dat ook benoemd als undirected. Hier zit eigenlijk
weinig logica in. Geen logica mag je niet zeggen, want dat kunnen we als mens per definitie niet aan. Maar deze persoon is zo chaotisch gewerkt dat je daar bijna geen patroon in herkent. Je ziet misschien wel een beetje een splitsing tussen rechtsboven en linksonder in die grafiek, maar dat is het dan ook wel ongeveer. En dit zijn vier extremen die we benoemd hebben. Vier extreme manieren van werken als het gaat over een gestructureerde aanpak. Zien we dat de bovenste twee gestructureerd zijn. Die hebben een duidelijke strategie gevolgd, ofwel in volgorde, ofwel in fasen. En onderste links die vormt een combinatie van de twee. En de onderste rechts die heeft eigenlijk wat we dan genoemd hebben redelijk chaotisch gewerkt. Ja? Oké, dan zijn we gaan kijken naar de modellen die daarbij horen. En dan hebben we gezegd, oké, was dat nu een goed model of eigenlijk niet zo'n goed model? Was dat een verstaanbaar model of niet? En dan zien we dat die bovenste twee bijna altijd goed waren, maar niet altijd. En dat is heel belangrijk. Linksonder meestal wel goed, maar dat zit toch al meer naar de helft toe, dus dat is al, loopt al meer mis. En rechtsonder zien we dat de meeste mensen die chaotisch werken ook een slecht model hadden, maar ook niet altijd. En dat, ook dat is belangrijk. Dus het was niet zo heel eenduidig dat het altijd goed of altijd slecht loopt als je een van die patronen volgt. En we hebben daar eigenlijk in eerste instantie heb ik daar drie besluiten uit getrokken. Dit besluit niet. Niet dat bovenste altijd goed zijn en dat die rechtsonder altijd verkeerd is, maar wel drie besluiten. Eerst en vooral opsplitsen in stukjes. Of dat je dat nu doet, stukjes in volgorde of stukjes in aspectfasen, dat maakt niet uit, maar splitsen op in stukjes is altijd een goede werkwijze. Tweede, werk gestructureerd. Die stukjes zijn niet willekeurig gekozen. Zorg dat je een bepaalde structuur gebruikt, volgorde, aspecten. Misschien zijn er andere structuren, we hebben er eigenlijk nog andere gezien. Maar werk gestructureerd. En een derde besluit, zorg dat de manier van structureren bij jou past. En daar heeft mijn doctoraatsonderzoek eigenlijk op gefocust. Nu kom ik pas tot waar het eigenlijk over gaat, is wat is een passende manier van modelleren? Wanneer past iets wel, wanneer niet? We hebben gezien dat die bovenste meestal passen, maar niet bij iedereen. En dat die onderste, of toch rechtsonder, meestal niet past, maar ook daar niet bij iedereen. Dus wij zijn vooral daarnaar gaan kijken. Ik heb hier weer een poll voorbereid. Ik ben nu wel mijn vragenblad vergeten, dus ik weet zelf niet welke vraag ik hier gesteld heb. Als je opnieuw naar mijn website gaat, janklaas.info/poll, en je vult nummer 34 in, dan kan je daar een hopelijk interessante vraag beantwoorden. Gebruik jij deze drie tips reeds? Dus komt je dat bekend voor? En heb je de indruk dat je dat gebruikt? Opsplitsen in stukjes, gestructureerd werken en een bepaalde manier vinden die voor jou past, die voor jou werkt. Doe je dat? De meeste mensen denken dat ze dat doen. Ik weet niet zeker of je daar correct in bent. Als we naar die studenten kijken, hebben we gezien dat die chaotische manier van werken, die dus meestal niet tot een goed resultaat leidt, dat we die toch ook wel veel gezien hebben. Om jullie een idee te geven, we hebben daarnet die vier patronen besproken. Als je een hele groep studenten beschouwt, ongeveer 20% kunnen we niet echt een duidelijk patroon herkennen, dus die laten we weg. En van de overblijvende 80%, eigenlijk terug op 100 gezien, ongeveer 30% gebruikte linksboven, 10% gebruikte rechtsboven en 30% gebruikte linksonder. En dan de overschot is denk ik 20%, als ik goed kan rekenen, rechtsonder. En dan de overige 20% hebben geen patroon herkend. Dus ongeveer 1/5 van de studenten gebruikt toch een manier die niet bij hen past. En ongeveer 1/3 van de studenten gebruikt een manier die min of meer past, maar eigenlijk ook niet helemaal. Terwijl jullie zijn iets positiever, maar dat is natuurlijk jullie eigen mening. Jullie denken vooral, als ik het hier zo zie, 25 ten opzichte van 7, dat je een manier gebruikt die bij jou past, als je zoiets zou gaan doen. We zijn gaan kijken naar passend, wat bedoelen we daarmee? En we hebben eigenlijk bedacht dat dat iets heeft te maken met je geheugen. Hoe werkt het menselijk geheugen? Namelijk je cognitieve beperkingen en cognitieve voorkeuren. Daarmee bedoelen we de beperkingen van je geheugen. Er zijn bepaalde zaken die je niet kan, omdat dat fysionomisch in je geheugen gewoon, je geheugen werkt zo niet en dat gaat niet lukken. Een aantal andere zaken zou je wel kunnen trainen, maar heeft meer te maken met een voorkeur die je hebt. Dat zegt, ik doe het liever zo, maar ik zou het eigenlijk ook anders kunnen doen. Je kan heel wat zaken trainen. En dus zijn we gaan kijken, oké, welke van die cognitieve beperkingen en voorkeuren spelen dan een rol bij het maken van procesmodellen en bij het resultaat vooral. Dus we zijn gaan focussen op geheugen. En hier ben ik in de psychologie gedoken. Ik ben zelf totaal geen psycholoog, dus ik heb me daar serieus moeten inwerken en in verdiepen. In eerste instantie was ik nieuwsgierig, oké, in uw geheugen, maar daar zit zoveel in uw kop. Wat gebeurt daar juist? Welke soorten geheugen bestaan er allemaal? Er bestaan verschillende soorten geheugen.
Eerst en vooral, welke soorten geheugen bestaan er? Ik heb mijn vraag overslaan, maar dat maakt niet veel uit. Drie soorten geheugen bestaan er in het menselijk geheugen, toch? Eerst en vooral heb je zintuigelijk geheugen. Al uw prikkels die je binnenkrijgt van je zintuigen, horen, voelen, zien, proeven, ruiken. Ik ben nog één vergeten. Nee, ik weet niet. Die komen binnen in je zintuigelijk geheugen, die prikkels. Dan heb je werkgeheugen, dat is wat je nadenkt. Als je over zaken aan het nadenken bent, aan het redeneren, dingen berekenen, dat gebeurt daar. En informatie onthouden op lange termijn, dat gebeurt in je lange termijn geheugen. We gaan die alle drie eens kort overlopen. Hier ziet je meteen ook de figuur die ik als symbool voor deze sessie gekozen heb. Die bevat eigenlijk alle drie. Je ziet links onder dat oog, dat staat dan symbool voor je zintuigelijk geheugen. In het midden gebeurt daar van alle knetters, dat is het nadenken. En rechts ziet je die bekende figuur van uw lange termijn geheugen. Dat zijn verbonden begrippen die je op een of andere manier bij elkaar houdt om ze te onthouden. Eerst en vooral het zintuigelijk geheugen. Wat gebeurt daar? Wel, die prikkels uit je zintuigen worden daar verzameld. Nu, eigenlijk neem je als mens heel veel informatie waar langs je zintuigen. En dus wat er eerst gebeurt, is een razendsnelle, maar toch redelijk onbewuste selectie van informatie. Dus fysisch gezien neemt je veel meer waar dan waar je je bewust van bent, omdat er heel wat informatie wordt uitgefilterd in je zintuigelijk geheugen. Dat is een proces waarvan onderzoekers niet goed weten of dat we dat ooit onder controle gaan hebben, maar waar men op dit moment zegt, we denken dat het niet goed onder controle is. Dat is op dit moment is dat een hot item in die cognitieve psychologie. Er zijn twee werelden. De ene wereld zegt, ja, dat is iets wat we gewoon niet kunnen sturen. Dat gebeurt vanzelf. En de andere wereld zegt, ja, maar bijvoorbeeld onder hypnose kunnen we bepaalde informatie precies nog terughalen. Dus dat is niet echt weg. En hoe zit dat nu? Men is daar niet uit, dus ik kan u dat antwoord ook niet geven. Maar ik onthoud dat er razendsnel, en tot nu toe toch, onbewust, zonder dat je daar controle over hebt, een selectie wordt gemaakt. En dat maar een kleine fractie van wat je eigenlijk observeert, je eigenlijke werkgeheugen, je hersenen gaat bereiken. En wat gebeurt dan in dat werkgeheugen? Wel, dan ga je nadenken over die informatie. Dus daar komt informatie samen. Dat gebeurt voor een korte tijd, wordt daar informatie bijgehouden en kan je daarmee denken. Dus dat wordt ook soms korte termijn geheugen genoemd, omdat je korte tijd iets gaat onthouden. Wordt verwerkt en dat leidt tot twee dingen. Ofwel een actie, bijvoorbeeld als ik hier sta te bewegen, dan gebeurt dat in mijn werkgeheugen, dat aansturen van mijn lichaam. En ten tweede, ik ben ook altijd aan het nadenken, aan het evalueren. Ik ben jullie in toegang houden, jullie zijn mijn toegang houden. Je bent ook dingen aan het bijleren en dat sla je op in je lange termijn geheugen. Als ik u binnen 2 jaar vraag, weet je nog die sessie van Jan-Klaas, dan weet je dat misschien nog wel. Dat is omdat je dat nu aan het opslaan bent in je lange termijn geheugen. En dat gebeurt in je werkgeheugen, wordt dat eigenlijk voorbereid om dan in de juiste vorm naar je lange termijn geheugen te sturen. En je lange termijn geheugen, daar wordt uiteraard informatie op lange termijn bewaard, wordt heel lange tijd bijgehouden. Dat gebeurt in de vorm van wat men noemt cognitieve schema's. Dan heb je waarschijnlijk ooit wel van gehoord. Dat zijn begrippen die met synapsen aan elkaar hangen. Dat woord zeg je misschien iets. Dus begrippen en verbanden tussen die begrippen. En wat je daarover misschien wilt weten is, als je meer en sterkere verbanden hebt tussen twee begrippen, dan onthoud je het beter. Dus wat doen we als mens? Iedere keer als we eenzelfde situatie of een gelijkaardige situatie opnieuw tegenkomen, dan versterken wij die schema's en dan ga je dat beter onthouden. En dat wil zeggen, als je in iets veel ervaring hebt, veel expertise, dan ga je daar veel meer over weten, omdat je er al heel veel meer kans hebt gehad om die schema's op te bouwen, te verrijken, te verruimen. Ja? Bijvoorbeeld als je gaat studeren, dan is dat exact het proces dat je gaat doen. Herhalen, 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 telkens maar die schema's uitbreiden totdat er heel veel informatie in je hoofd op lange termijn kan bijgehouden worden. Goed, we gaan dat eens concreet maken. Als ik u zeg het woord universiteit, waar denk je dan aan? Spontaan springt er nu van alles door jullie hoofd. Ik kan het niet zien, maar ik merk wel. Universiteit, je denkt aan van alles. Er is heel veel dat bij dat woord getriggerd wordt. Dat is omdat je een schema hebt opgebouwd, met universiteit als basis, waar heel wat aan gelinkt is. Misschien heb je het logo van Universiteit Gent eraan gelinkt. Misschien heb je die protocolaire gewaden eraan gelinkt, die toga's. Studenten die aan het studeren zijn, een diploma, de boekentoren, een prof die aan het lesgeven is, een lokaal, weet ik veel. Er is van alles dat in jullie hoofd daarnet gesprongen is op het moment dat ik het woord universiteit liet vallen. Ja, en dat is omdat je daar al mee in contact bent gekomen. Je hebt al veel kans gehad om daar een uitgebreid schema van te maken. Ja, ik kan dat niet tegenhouden, dat gebeurt spontaan. Als ik jullie het woord Brazilianen zeg, dan merk je dat er niet zo heel veel direct door je hoofd schiet. En dat je misschien ook meer
creatieve dingen gaat bedenken. Je gaat in eerste instantie heel rap een aantal begrippen en dan ga je dat verruimen en ga je verder denken. Je gaat die schema's, je gaat die paden verder gaan bewandelen en je komt misschien tot extreme zaken. Nu, ik heb hier maar twee voorbeelden op slide gezet. De enige twee waar ik zo direct aan dacht, was Brazilianen op een cornetto of een bepaalde Brazilianen taart. Maar veel meer komt er bij mij niet direct op als ik dat woord hoor. Het moest natuurlijk iemand zijn die hier in die business zit, dan zal dat waarschijnlijk wel van alles in zijn hoofd zitten. Maar merk je het verschil in die schema's, hoeveel informatie dat er direct in je hoofd beschikbaar wordt als ik universiteit zeg, en hoe weinig informatie dat er direct voorhanden komt als ik het woord Brazilianen zeg. En dat is omdat je een groter of een kleiner schema hebt, of eigenlijk een sterker of een zwakker schema hebt bij die twee woorden. Goed, dat zijn de drie soorten geheugen. De vraag is nu, wij gaan ons focussen op het werkgeheugen, wat je gaat nadenken, want daar loopt het uiteraard mis als iets misloopt in deze context. De vraag is, hoeveel data kunnen we eigenlijk aan in ons werkgeheugen? Hoeveel informatie kunnen wij opslaan? En we gaan dat doen aan de hand van een bepaalde vergelijking uiteraard. We gaan eens vergelijken met geheugen in een computer. Dat heet niet voor niets, dezelfde naam. Dat werkt bijna helemaal op dezelfde manier als ons menselijk geheugen. Waarschijnlijk is het er ook van afgekeken uiteraard. Weet er iemand wat hier op het scherm staat? Het zijn dingen die in een computer zitten uiteraard. Dat heb ik al prijsgegeven, maar weet je wat het juist is, wat je hier juist ziet? Ja? Ja, linksboven is een harde schijf, dat ziet er zo uit. Tegenwoordig heb je wel kleinere schijven, flash drives en zo ziet er al lang niet meer zo uit. Maar de meeste computers, denk ik, bevatten nog een schijf van dat type. En rechtsboven, weet er iemand dat? Ja? RAM-geheugen. Ja, dus als je computer, als je meer RAM-geheugen gaat kopen in de winkel, dan krijg je van die kaartjes mee. En dan moet je dat er ergens in proppen en hopen dat je computer daar sneller mee wordt. Goed, dus harde schijf aan de ene kant, RAM-geheugen aan de andere kant. We gaan samen eens kijken wat dat juist is, hoe dat je dat juist moet zien. Je kent waarschijnlijk wel vaak harde schijf, RAM-geheugen, maar wat betekent dat juist? Eerst en vooral, hoeveel gegevens kan je bijhouden in elk type? Wat denk je? Waar kan je het meest gegevens in bijhouden? Wie denkt er de harde schijf? En wie denkt er het RAM-geheugen? Inderdaad, op die harde schijf kan je heel veel informatie kwijt en het RAM-geheugen kan je eigenlijk niet zoveel informatie kwijt. De vraag was blijkbaar hoe lang kan je het bijhouden, sorry. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Je harde schijf kan informatie heel lang bijhouden. Jaren typisch. Zo'n harde schijf gaat jaren mee. Helaas nog niet een heel leven. Dikwijls, de meeste mensen gaat dat alles kapot gedurende looptijd. Maar toch, jaren normaal gezien, waar je korttermijngeheugen, de informatie die daarop staat, maar een aantal milliseconden of zelfs korter wordt bijgehouden. Ook op het moment dat je je computer afzet, dat je stroom uit is, is dat geheugen leeg. Terwijl dat lange termijn geheugen dat blijft werken, ook als je computer geen stroom heeft. Of zou toch moeten. Die opslagcapaciteit was eigenlijk de vraag die ik net gesteld had. Inderdaad, de linkse, de harde schijf, heeft heel veel plaats. Meestal genoeg. Meestal zeg ik, dat wordt hoe langer, hoe moeilijker. We zijn hoe langer, hoe meer informatie aan het bijhouden. En eigenlijk lopen we altijd met die technologie iets achter op wat we eigenlijk zouden willen. Onze films en ons geluid en zo is altijd maar van betere kwaliteit, maar onze harde schijven lopen een beetje achter om die opslagcapaciteit te kunnen volgen. Maar bij de meeste mensen is dat genoeg. Je koopt een harde schijf, tegenwoordig van een aantal terabyte, en dat is genoeg om informatie op te slaan. Waar je RAM-geheugen dikwijls beperkt is, soms te weinig. Als een mens hoort klagen over een computer, is het meestal over een RAM-geheugen. Mijn computer kan dat niet aan, heeft niet genoeg RAM-geheugen om zo'n zware programma's te draaien. Dus dat is meestal beperkt. En dan een laatste vraag. Hoe snel is ieder type? Ik denk dat je dat zelf rap weet. Een harde schijf is traag. Soms duurt dat seconden voordat je een bestand opendoet of dat een programma opgestart is, dat het van je harde schijf geladen is. Dat duurt soms seconden, in het slechtste geval zelfs minuten. Waar je RAM-geheugen meestal snel is, daar... Als het natuurlijk niet genoeg plaats is in het RAM-geheugen, dan heb je een probleem. Maar zolang er plaats genoeg is, gaat dat razendsnel. Dat is een kwestie van zelfs nog veel kleiner dan microseconden. Kan je bijna niet tellen hoe snel dat gebeurt. En ja, ik ga de vraag stellen, maar ik denk dat het wel logisch is. Met welk type geheugen komen die overeen van een mens? Denk je? Het staat er bijna. Hè? Lange termijn, kort termijn. Links het lange termijn geheugen, rechts het korte termijn geheugen of het werkgeheugen. Ja, en dat is echt letterlijk hetzelfde. Dus je kan die grafiek opnieuw bekijken. Lange termijn geheugen hou je informatie bij voor jaren. In normale gevallen, er zijn natuurlijk uitzonderingen.
ook niet eindeloos. Ergens begint dat te minderen. Hè. Als wij ouder worden, begint dat toch wel gaten te vertonen, letterlijk dan. Waar het werkuur heel kort is, een paar seconden. Dat is echt letterlijk te vergelijken. Ook de grootte, de capaciteit, het lange termijngeheugen is voor de meeste mensen genoeg. Maar als je ouder wordt, begin je tekort te krijgen. Hè. Dan merk je dat je zoiets hebt van, oké, het zit een beetje vol. Ik kan alles niet meer zo goed onthouden, het lange termijngeheugen. Waar het RAM-geheugen, het werkgeheugen, meestal wel genoeg plaats, meestal te weinig plaats heeft. Als ik u vraag om auto te rijden en tegelijkertijd berichtjes te sturen op uw gsm, dan merk je dat de meeste mensen daar niet genoeg plaats voor hebben om dat correct te doen. Ja. En dan qua snelheid. Ons lange termijn geheugen is traag. Het duurt soms seconden voordat je iets herinnert uit je lange termijn geheugen. Wat hebben we vorige week vrijdag gegeten? Dat kan zijn dat het een paar seconden duurt voordat je dat hebt, maar het zit er wel nog ergens, het komt wel. Waar dat het korttermijngeheugen, als je moet gaan redeneren, heel snel is eigenlijk niet te tellen. Ja? En uiteraard, die beperking, dat is het grootste probleem. Bij een computer is dat het grootste probleem. De meeste computerproblemen, als mensen iets veranderen aan hun computer, is het omdat het niet snel genoeg is, omdat het niet mee kan. Dat is een beperkt RAM-geheugen. Bij een mens is dat ook het probleem. Als wij fouten gaan maken, is dat meestal omdat ons geheugen te beperkt is voor wat we aan het doen zijn. Goed, dus samengevat, wat gebeurt er? Je krijgt prikkels binnen vanuit je zintuigen. Dat gaat naar je zintuigelijk geheugen. Er gaat een selectie gebeuren waar je niet veel controle over hebt. Heel snel gebeurt informatie die weerhouden wordt, gaat naar je werkgeheugen. Daarmee kan je redeneren, je kan organiseren, heet dat dan. Eventueel aanvullen met informatie uit je lange termijngeheugen. Dingen die je moet gaan herinneren. Als je met de auto rijdt, ben je aan het nadenken. Maar heb je ook informatie over de wegcode, over bepaalde streken waar je naartoe wilt of zo. Die je gaat aanvullen daarmee. Maar tegelijkertijd ga je ook telkens informatie terug wegschrijven naar je lange termijngeheugen. Dus je gaat bijleren eigenlijk. En meestal gaat je werkgeheugen ook wel leiden tot bepaalde acties die je uitvoert. Ja? En het werkgeheugen is het probleem, dat is beperkt. En de vraag die ik u nu wil stellen is heel concreet. Hoeveel eenheden informatie denk je dat je kan opslaan in het werkgeheugen? En je mag dat opnieuw doen op je smartphone. Op pol nummer 36 zou je dat kunnen invullen. Denk eens na, hoeveel eenheden, ik ga nog niet zeggen wat een eenheid aan informatie is, maar hoeveel eenheden informatie kan je in je werkgeheugen opslaan? En jullie zijn een zeer intelligent publiek, want inderdaad, tussen de 5 en de 10 eenheden informatie kan je opslaan in je werkgeheugen. Dat is eigenlijk niet zoveel, of dat lijkt toch niet zoveel. Het verbaasde mij dat dat maar zo weinig was. Dus voor een gemiddelde mens wil dat zeggen 7 slots aan informatie. Er is een beroemde paper die zegt 7 plus of min 2 vakjes heb je in je werkgeheugen. Dus afhankelijk van wie je bent, van persoon tot persoon, kan dat eigenlijk variëren tussen 5 en 9, zegt men in de theorie. En meer nog, van die 7 zijn er eigenlijk maar 4 waar je tegelijkertijd mee kan werken, kan redeneren. Dus dan heb je die andere nodig als buffer. Dus de vraag is, als je nu maar 7 slots aan informatie hebt, hoe kunnen we dan eigenlijk als mens zoveel complexe zaken aanpakken? Hoe kunnen we dan toch met zoveel informatie tegelijkertijd werken? Want de dingen waar je goed in bent, in je eigen job, in je dagelijks werk als student of als professional, als je dagelijks bezig bent met je dagelijkse activiteiten, wat ze ook zijn, dan merk je dat je eigenlijk toch wel heel wat informatie tegelijkertijd aan kunt. En dat je toch wel meer dan op het eerste zicht 7 slots aan informatie kunt bijhouden. En dat is waar we als mens super sterk in zijn, waar we nog altijd beter zijn dan een computer, waar de computers ons nog altijd niet op hebben ingehaald. Dat is de manier waarop wij die 7 slots gaan gebruiken. En dat heeft te maken met hoeveel informatie kunnen wij in 1 eenheid kwijt. Herinner je daar juist heb ik zo'n woord laten vallen en dan universiteit, Brazilienne. Wel, als ik doctoraat zeg, dan denk ik aan een hele hoop, verbanden. Dat heeft te maken voor mij met programmeren, met lezen, met studeren ook, met experimenteren. Heeft ook te maken, ik heb ook verbanden die zeggen waar het niet mee te maken heeft, maar dat is eigenlijk ook een verband. Het heeft te maken met niet slapen, met geen muziek spelen, geen sport, weinig sport. Dat hoort daar ook allemaal bij. Dus als ik aan doctoraat denk, dan denk ik aan een hele hoop begrippen tegelijkertijd. En wat is nu het intelligente van het menselijk brein? Dat zo 1 volledig schema
één eenheid is. Dus hoe groter je schema, hoe meer informatie dat je als persoon in zo'n één vakje krijgt. Dus we hebben misschien allemaal 7 vakjes, maar als je een groter schema hebt, krijg je meer informatie in dat vakje dan iemand anders. En dat is de truc, dat is waarom wij als mensen zo schitterend zijn. We hebben systemen om die schema's op te bouwen en we hebben maar 1 vakje nodig voor een schema. Ja. Daarnaast is er nog een techniek die je kan gebruiken om minder plaats nodig te hebben. En je gaat dat automatisch doen. Bijvoorbeeld als ik jullie vraag, probeer eens dit nummer, dit telefoonnummer, van buiten te leren. Dit is het nummer van mijn kantoor, mocht je het mij ooit nodig hebben. Lukt dat? Hoeveel cijfers staan hierin? 12 cijfers. Je hebt nog thans 7 slots. Zou je dat kunnen onthouden, denken? Heb je misschien niet genoeg tijd nu? Dat lukt normaal wel. Als ik de slide zou wegdoen en zou vragen schrijven op je blad, gaan er veel zijn die dat kunnen. Hoe komt dat? Wel, dat is een principe waar wij zaken gaan samennemen. We gaan blokjes maken. En we gaan niet ieder cijfer apart opslaan, maar we gaan getallen maken. Dus dat is nog lichtjes iets anders dan die schema's. Wij kunnen informatie samenbundelen en dat als één geheel maken. Dat is niet echt een schema, maar dat heet chunking. We maken daar chunks van, brokjes die we in 1 chunk steken en die in 1 slot terecht kunnen komen. Dus zolang dat telefoonnummer voor jou niet een gekend gegeven is dat in je lange termijn geheugen zit, maar dat je dat eventjes wil onthouden, ga je met die brokjes werken en ga je minder dan de 12 units nodig hebben, maar dan heb je in dit geval 5 slots nodig, bijvoorbeeld, om dat telefoonnummer te onthouden. Dus je hebt 2 systemen om die 7 blokjes heel intelligent te gaan gebruiken. Schema's, dat is kennis die in lange termijn geheugen zit, dingen die je hebt geleerd in het verleden. En in kort termijn geheugen kan je ook informatie gaan groeperen als je dat op een of andere manier logisch bij elkaar kan steken. En de vraag is nu, oké, maar dat wil niet zeggen dat we altijd genoeg plaats hebben. Wat gebeurt er als die 7 slots toch niet voldoende zijn? Wat is dan het gevolg? Want dan heb je natuurlijk problemen, maar welke problemen? Ik ben nu eigenlijk gewoon de theorie aan het verkondigen. Dit is allemaal niet iets wat ik onderzocht heb, maar wat in de psychologie al jarenlang geweten is. En daarvoor moeten we kijken naar de manier waarop wij redeneren. Bijvoorbeeld, stel dat ik jullie vraag, hoeveel is 25 x 5? Je ziet het daar staan. Dan ga je eigenlijk 3 dingen doen in je geheugen. Enerzijds vertaalt je die tekst naar wat betekent dat. Je ziet daar een krolletje met een streepje onder en dat is een letter 2, het cijfer 2. Je ziet daar zo'n x'je, dat betekent vermenigvuldigen. Dus je vertaalt de symbolen die daar staan in je geheugen naar iets wat je verstaat, wat is de opdracht. Ja? En daarvoor heb je informatie die opslaat in je werkgeheugen die men noemt extraneous information. En dat zorgt voor een extraneous load. Dat zijn de enige moeilijke termen, denk ik, die in mijn presentatie zitten. Ik kon die niet echt vertalen. Dus dit is de informatie die je in je geheugen moet opslaan, even, om te weten, oké, dit is een 2, dit is een 5, dit betekent vermenigvuldigen. Dat moet je even in je geheugen laden vanuit je lange termijn geheugen. En dat is die vorm van load. En dan ga je die berekening maken, dan zet je je werkgeheugen echt aan het werk. Dat is de intrinsic load, de intrinsieke load van een bepaalde opdracht, als je een berekening moet maken. En het verschil tussen de eerste 2 hier is, als ik jullie vraag, hoeveel is 25 x 5? De mensen die Nederlands spreken, die hebben weinig lood nodig. Mensen die anderstalig zijn, maar een beetje Nederlands kunnen, die hebben veel meer lood nodig. Dus die lood, hoeveel dat er geladen wordt in je geheugen, verschilt. Maar als je 25 x 5 moet doen, dan gaat iedereen hier dezelfde intrinsieke lood nodig hebben om die taken uit te voeren, moet je eigenlijk een aantal bewerkingen doen. En die zal in principe voor iedereen ongeveer hetzelfde zijn. Dus de eerste hangt meer af van de voorstelling en hoezeer dat je vertrouwd bent met de voorstelling van die tekst die daar staat. De tweede is intrinsiek aan de taak die je moet uitvoeren als je een vermenigvuldiging doet. Natuurlijk, het hangt ook af van op welke manier je vermenigvuldigt. Maar dat is een stabieler gegeven. En er is nog een derde soort lood. Namelijk, wij zijn als mens constant bezig met bij te leren. Of de meeste onder ons toch, hoop ik. Wij zijn constant aan het evalueren wat we zien, wat wij doen, wat anderen doen. Wat dat in het verleden betekent, wat dat in de toekomst zou kunnen betekenen. We zijn daar constant over aan het nadenken. En dat is germane load. De load die je gebruikt, dus de informatie die je eventjes in je werkgeheugen hebt, nodig hebt om dingen voor de toekomst bij te leren. Eigenlijk om ervaring op te doen. Ja? Dat zijn de 3 soorten informatie die je in dat geheugen gaat laden. Die dus die 7 slots gaan opvullen. Als we nu gaan kijken naar een bepaalde taak, maakt niet uit welke, en we gaan die load uitzetten op een grafiekje over de tijd, dan zien we meestal dat in het begin, begin je met een lage load, je begint vanuit een bepaalde rusttoestand, zeg maar. Je gaat informatie opbouwen om een taak uit te voeren. Je bent daarmee bezig, je zit in die pieken, en tegen dat je taak bijna gedaan is, merk je dat die load ook weer zakt. Ja?
Als we nu eens gaan kijken naar een bepaalde capaciteit, stel die 7 blokjes zorgen ervoor dat je gedurende een bepaalde periode 7 blokjes aan informatie hebt, dat is je capaciteit. Dan kan het dus zijn dat je op een bepaald moment hebt informatie nodig om de taak te verstaan, je hebt informatie nodig om de taak uit te voeren en je hebt informatie om bij te leren over die taak. En je hebt misschien nog een beetje vrije plaats. Dat is het gunstige geval dat je eigenlijk op je gemak iets aan het doen bent. Als je iets dagelijks doet, tv kijken of zo, dan heb je normaal ook wel vrije plaats om aan andere dingen te denken. Ja? Natuurlijk, als die taak moeilijker wordt, dan merken we dat er niet genoeg plaats is om bij te leren. En dan gaat je een deel van dat bijleren moeten opgeven. Dat is op zich geen probleem, daar zijn voor de rest geen gevolgen, alleen ga je minder bijleren. Misschien voor de mensen die met een auto kunnen rijden, denk aan de eerste keer dat je met die auto op de weg waart, dan had je niet veel tijd om bij te leren. Je moest je zo aan het concentreren op het verkeer, op de pedalen, weet ik veel, dat je eigenlijk niet kon nadenken over ben ik goed bezig. Dat kon je maar achteraf, als je thuis rustig op je stoel zat, kon je nadenken, oké, daar was ik misschien verkeerd geweest. Maar als er dan iemand naast je zit die zegt, je bent zo en zo verkeerd bezig, dan slaat geen paniek, je hebt eigenlijk geen plaats om daarover na te denken. Dus je wordt daarvan gefrustreerd. Ik denk dat een paar mensen de situatie herkennen aan jullie gezicht te zien. Dat is omdat je te weinig plaats hebt om die germane load in je geheugen te krijgen om bij te leren. Het kan zelfs nog erger, het kan zijn dat je in een situatie terechtkomt waarbij zelfs die intrinsieke lood die je nodig hebt om een taak uit te voeren, dat die daar niet meer bij kan. Je hebt informatie nodig om de taak te verstaan en een deel heb je om de taak uit te voeren, maar je hebt niet genoeg. En dat is wat het voor mij interessant wordt, dat is wanneer er bepaalde problemen opduiken, wanneer je fouten maakt. Dus dat kan zijn, de eerste keer dat je in de auto reed, dat je dat voor had, dat je niet genoeg plaats had, zelfs niet om met die auto gestart te geraken en je valt stil bijvoorbeeld. Dat is een gevolg van, ik heb niet genoeg informatie of niet genoeg plaats om die informatie op te slaan. Dan spreken we van overload. Dus je raakt in een soort overdrive en dan zijn er een aantal problemen die opduiken. Dus die 3 soorten load samen, die kunnen een overload veroorzaken. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nu wordt het interessant. Eerst en vooral, als je in overload geraakt, heb je geen plaats om bij te leren. En dat is iets wat naar de toekomst toe belangrijk is. Bijvoorbeeld studenten die aan het studeren zijn, van zodra je in overload zit, kun je beter een pauze pakken. Het heeft geen enkele zin om iets te doen, want je gaat niet bijleren. Je gaat misschien je materie blijven verwerken, je gaat blijven oefeningen maken, blijven lezen en proberen het erin te stampen, maar het gaat niet lukken. Je hebt geen plaats om die schema's aan te vullen. Ten tweede, als je in cognitieve overload zit, gaat je ook fouten beginnen maken. Dat zijn dan wat men noemt een soort verstrooidheidsfouten. Je hebt eigenlijk niet genoeg plaats om na te denken en je maakt fouten doordat je niet grondig genoeg nadenkt. En ten derde, je wordt ook gewoon trager. Je hebt het gevoel dat je over alles meer moet nadenken. Nadenken verloopt moeizamer, je wordt trager. Bijvoorbeeld als je iets aan het zeggen bent met een collega en ondertussen is iemand aan het telefoneren, je probeert dat ook te volgen, dan merk je dat je zinnen trager gaan verlopen. Je nadenken gebeurt trager en je spreken gebeurt trager, omdat je eigenlijk niet genoeg plaats hebt om al die informatie te kunnen verwerken. Dus dat zijn de 3 problemen die opduiken. Dat niet leren is iets wat ik in mijn doctoraat buiten beschouwing heb gelaten. Er zijn misschien situaties waarin je niet wilt leren, waarin dat niet nodig is. Maar vooral fout maken en trager werken is iets wat dat we niet graag hebben. Zeker als dat gaat over die procesmodellen, willen we dat daar zo weinig mogelijk fouten in zitten en dat dat eigenlijk ook vlotjes gemaakt kan worden. Dus daar heb ik mee op gefocust in mijn doctoraat. De vraag is natuurlijk, hoe kan je overload vermijden? Slapen is een oplossing, maar dat is niet altijd een oplossing. En dat is waar ik eigenlijk 6 jaar lang op gezocht heb. Als je een procesmodel maakt, wanneer heb je die overload, maar ook hoe kan je die vermijden? Zijn er trucjes om dat te vermijden? Wel, je weet dat er 3 soorten load zijn. Germane load, niet bijleren, is iets wat ik buiten beschouwing laat, blijven er 2 over. Je kan op elk van die 2 gaan spelen om te proberen dat naar beneden te krijgen. Minder extraneous load of minder intrinsic load zorgt ervoor dat je genoeg plaats hebt. Bijvoorbeeld, stel je ziet hier links zie je een reeks getallen en rechts ziet je een grafiek met diezelfde waarden. En ik stel aan u de vraag, wat is het maximum? Zoek eens het maximum. Met welke voorstelling denk je dat dat het beste gaat? Met die linkse of met die rechtse? Je mag dat in de poll doen, poll nummer 37. Wat denk je? Welke is het makkelijkst? Sorry, het is poll 38. Blijkbaar is dat overduidelijk. Inderdaad, die grafiek, daar zie je het makkelijkst. Als je daar het bovenste punt moet gaan bereiken, stond natuurlijk ook aangeduid hier, is dat makkelijkst.
Ik zie dat er ook iemand de tabel heeft ingevuld. Misschien is dat gewoon om daar te verschijnen. Maar het kan ook zijn dat bepaalde mensen dat met die grafieken en zo, dat die dat ruimtelijk inzicht eigenlijk het moeilijk maakt en die echt die getallen makkelijker vinden. Bijvoorbeeld bepaalde autisten of zo, die zullen echt een heel andere manier van denken hebben. Ik wil nu niet zeggen dat die personen autisten zijn. Misschien hebben ze wel iets autistisch in zich. Maar die zullen dat misschien veel makkelijker met getallen zien. Dus dat hangt voor een stuk van uw persoon af. Ik kan daar niet echt eenduidig op zeggen, het is altijd grafiek. In dit geval is dat voor de meeste mensen wel zo. Dus wat gebeurt er eigenlijk als je een voorstelling kiest van een probleem die beter aansluit bij het probleem zelf dat je wilt oplossen, dan ga je die extraneous load naar beneden halen. Dus een aanbeveling zou kunnen zijn, structureer eerst je taakomschrijving op zich en ga ze dan pas uitvoeren. Bijvoorbeeld, als je een recept downloadt van internet om een bepaald gerecht klaar te maken, dan is dat allemaal wat door elkaar en er zijn bepaalde eenheden die misschien in de Engelse eenheidsmaten weergegeven worden enzovoort, is het misschien zinvol om dat eerst te structureren, eerst te vertalen naar iets waar je gemakkelijk aan kan en dan pas te beginnen koken en dat je niet tegelijkertijd probeert te doen. Dus door die extraneous load naar beneden te halen, kan je dan later, eens dat je aan het probleem zelf aan het werken bent, heb je meer plaats om die intrinsic load te gaan gebruiken. Het verlagen van die extraneous load is iets wat je meestal kan doen, maar dat is ook iets wat eigenlijk al heel grondig onderzocht is en dat spreekt ook een stuk voor zich. Natuurlijk, als je een betere input hebt, ga je makkelijker een taak kunnen uitvoeren. Mij was het vooral te doen om, zou je ook die intrinsieke load naar beneden kunnen halen? Want dat is een beetje contradictorisch. In principe, intrinsiek betekent, het is er sowieso, het is eigen aan de taak die je moet uitvoeren. Kan je die toch naar beneden halen? En daar heb ik eigenlijk wel een antwoord op gevonden in mijn doctoraat. Een gunstig antwoord, ja. Het is zo dat je die load ergens gedurende een bepaald tijdsverloop moet die in jouw geheugen zitten, maar natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Je hoeft niet alles tegelijkertijd te laden. Dus die intrinsieke load moet ooit wel allemaal in je geheugen gepasseerd zijn, maar je kan efficiënt techniek bedenken in de volgorde waarin je informatie in je geheugen gaat laden. En dan misschien toch met die 7 slots genoeg hebben. Dus ik heb eigenlijk het antwoord hierop gegeven. Hoe kan je die load verlagen? Door dat te spreiden en die pieken daaruit te halen. En dat is eigenlijk het doel wat ik gedaan heb. En daar zijn een aantal technieken voor. Je kent ze eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, stel dat je na een vakantie of zo, je komt 's morgens op je werk en je ziet 82 mails in je inbox. Hoe pak je dat aan? Wat ga je doen? Ja, inderdaad, het advies dat je ook krijgt, als je zegt, wow, ik heb veel te veel te doen, zegt stap voor stap, 1 per 1. Je gaat dat gewoon niet allemaal tegelijk in je geheugen steken, je gaat 1 voor 1 aanpakken. Dus een eerste strategie is, splits een taak op in kleine deeltaken. Zie het niet als 82 e-mails, maar zie het als 82 keer 1 e-mail. En ga die dan, in plaats van tegelijkertijd, ga die achter elkaar oplossen. Probeer elke deeltaak na elkaar op te lossen. En dan heb je per deeltaak veel minder informatie nodig. Ja? Dus de load spreiden zorgt ervoor dat je minder pieken hebt. Eigenlijk zorgt dat wel voor andere problemen, want je hebt dan iets meer load nodig om eigenlijk je administratie te verzorgen. Je moet in je geheugen wel nog weten welke heb ik al beantwoord, welke niet. Dat veroorzaakt wel een beetje extra load, maar je kan dat allemaal mooi spreiden, dus die pieken gaan eruit. Een tweede strategie, daar kom je denk ik ook zelf op. Stel dat ik na een presentatie zeg, zijn er vragen? En iedereen steekt zijn hand op. In welke volgorde laat ik jullie aan het woord? Wat denk je? Ja, wat denk je? Welke volgorde zal ik jullie vragen beantwoorden? Ik hoor een paar dingen, maar ik weet niet zeker of ik ze goed versta. Ja? Ja, in de volgorde dat de handen omhoog gaan. Natuurlijk, er zijn er heel veel. Misschien lukt dat niet. Zijn er andere strategieën? Ik zie daar iemand teken doen. Ja, rij per rij afgaan of zo. Eigenlijk maakt het niet uit in welke volgorde, maar een volgorde die logisch is. Gewoon geen willekeurige volgorde. Een systeem erachter steken is genoeg. Welk systeem maakt niet zoveel uit? Doe het op een gestructureerde manier. Zorg voor een systeem en dan kan ik er wel voor zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Ja, of het een eerlijk systeem is, dat is natuurlijk een andere kwestie. Maar ik zal iedereen zijn vraag kunnen beantwoorden als ik daar een systeem voor zin. Soms merk je mensen die wel zo wat willekeurig beginnen doen, maar op den duur weten die natuurlijk niet meer wie dat ze al aan het woord gelaten hebben en wordt dat in grote chaos aan. Dus strategie 2 is, eigenlijk zijn dat dezelfde, we hebben die daarnet al tegengekomen, die 3 besluiten van daarnet hoor. Kies de volgorde waarin je taken, die deeltaken uitvoert, kies die logisch. Niet willekeurig, op een bepaalde gestructureerde manier. En dat zorgt ervoor dat je administratieve load, de load die je nodig hebt, informatie die je moet gaan laden in je geheugen
om bij te houden wat heb ik al gedaan, wat moet ik nog doen, dat dat ook beperkt blijft. Dus dat is ook een beperking van intrinsieke load. En een derde strategie, en dit is het meest vernieuwende van mijn onderzoek, zelfs in de psychologiewereld is dit eigenlijk nog niet zo hard onderzocht. En is dit iets wat ik hopelijk ooit vanuit mijn onderzoek naar procesmodelleren kan bijdragen aan die wereld van psychologie. Aan die mensen zeggen, misschien moet je dit eens overwegen. Stel, je komt aan een deur, er staan een man en een vrouw, wie mag van jou het eerst binnen? Ga je, bijvoorbeeld als je zelf nu man bent, ga je zelf eerst binnen? Ga je eerst degene die eerst aankwam binnenlaten of mag voor jou een vrouw altijd eerst? Wat denk je? Je mag van mij dat antwoorden, poll nummer 38, als dat klopt. Misschien wel interessant om te zien wat jullie ervan maken. Mijn nummer klopt niet, het is 39. Hier stond ook nog een derde optie, altijd de man eerst. Die is het minst populair. Maar je ziet dat dat wat gelijk opgaat tussen de eerste twee. Wie eerst aankwam, vrouwen eerst. En dat is geen enkel probleem. Wat ik hiermee wil zeggen is, je moet een bepaalde structuur opleggen aan jezelf. Een bepaalde volgorde. En welke volgorde, dat moet je niet laten leiden door wat dat anderen denken. Maar je moet een volgorde pakken die voor jou nuttig is. Voor sommige mensen is dat degene die eerst aankomt. Voor andere mensen is dat het hoffelijkheid, iemand van het andere geslacht, ik zal het nu al veralgemenen, met een bepaalde andere regel. Dus waar ik eigenlijk naartoe wil is, derde strategie is, zorg dat je een systeem verzint dat bij jou past, dat jij op een of andere manier logisch vindt. Ja? Ongeacht wat andere mensen denken, je gaat het beste werken als je een systeem gebruikt dat bij jou past. En dat is een van de grootste problemen die we vandaag hebben in ons onderwijs. Als ik een les zou geven, dan leg ik typisch geen drie systemen uit. Ik leg er één uit en ik hoop dat het bij jou past en ik leg het eigenlijk op aan jou. En dat is dikwijls, komt dat niet goed. Er zijn studenten die leerproblemen hebben, gewoon omdat eigenlijk de leerkracht niet het juiste systeem voor hen uitlegt. Ja? Dus men is in onderwijscontext, de psychologen die het onderwijs proberen verbeteren, is men aan het kijken, kunnen we dan hiervoor zorgen dat een leerkracht meerdere systemen kan gebruiken. Bijvoorbeeld door klasgroepen op te splitsen en de ene krijgt de ene les, de ander krijgt de andere les en zij kunnen allebei diezelfde soort materie beter verwerken. Omdat het manier van verwerken die ze aangeleerd krijgen beter past bij hoe dat zij in elkaar zitten. Ja, natuurlijk is dat heel moeilijk en de betere leerkrachten zijn leerkrachten die verschillende manieren afwisselen, zodat er altijd wel stukjes zijn die bij jou passen en stukjes waar je meer uitgedacht wordt en die misschien iets moeilijker gaan. Dat zijn typisch de leerkrachten die als beste leerkrachten worden beschouwd. Dus die drie strategieën kunnen we ook toepassen bij modelleren. Splits je probleem op in kleine stukjes, doe die stukjes een bepaalde volgorde en liefst een volgorde die voor jou logisch is, die voor jou een bepaalde betekenis heeft. Goed, dan is de vraag, hoe weten we wat voor jou de beste aanpak is? Want je weet dat misschien niet goed van jezelf, een bepaald probleem, hoe kan ik nu best gaan werken, van wat hangt dat af? Dan moet je afvragen, hoe zit ik in elkaar? En je kent jezelf eigenlijk redelijk goed. We komen stilaan trouwens voor de mensen die het eerste deel meegemaakt hebben naar die variabelen die we daar gemeten hebben. Eerst en vooral vraag ik aan jullie, als je een krantenartikel leest, ben je iemand die dat in stukjes en brokjes leest? Je leest wat koppen en je leest hier en daar een stukje tekst of leest je typisch artikels van voor naar achter? Je mag dat antwoorden op poll nummer 41. Ah nee, mijn nummer klopt weer wel, poll 40. Blijkbaar zitten hier vooral mensen die in stukjes en in brokjes gaan lezen. Als ik moet terugkoppelen naar die begrippen van daarnet, van deel 1, ik kom daar straks op terug voor de mensen die deel 1 niet meegemaakt hebben, wordt dat nog wel duidelijk. Dan zijn dat de mensen die goed met abstractie om kunnen. De tweede, die van voor naar achter werken, zijn typisch mensen die graag een context hebben en die graag het verhaal volledig lezen en niet zo wat brokjes daaruit uitlegt. Dus normaal, die 23 eersten, als die deel 1 gemaakt hebben, zijn er die daar die abstractie goed deden en die anderen zijn er misschien eerder die in abstractie niet zo goed waren. Dus stukjes en brokjes, de linkse bijvoorbeeld, dat zijn mensen die wij noemen globale leerders. Ze hebben een globale leerstijl. Als ze informatie opnemen, nemen zij overal wat stukjes en brokjes bij elkaar, tot op een bepaald moment ze het gevoel hebben dat dat klikt. Op een of andere manier hebben ze het gevoel, nu snap ik het. Terwijl anderen zijn sequentiële leerders, ze hebben een bepaalde volgorde waarin dat ze graag materie
opnemen. Als je iets leest, lees je dat in volgorde. Als je iets studeert, studeert je dat in volgorde enzovoort. Natuurlijk, daar zit een heel spectrum tussen. Je zit nooit volledig in een extreem. Je bent altijd wel een beetje van de twee, maar typisch neigt je naar één van de twee extreem. Tweede variabele. We gaan straks kijken wat we daarmee kunnen doen. Als jij een verhaal moet vertellen aan iemand, een mopje of een of andere gebeurtenis van op het werk, je gaat dat thuis vertellen tegen je partner of tegen je ouders of weet ik veel, ben je dan iemand die gewoon de focus, de essentie focust, die gewoon de basislijnen uitlegt, of ben je iemand die het lang en breed met veel details uitleg geeft? Je mag dat ook op poll 41 doen. Dat zit hier mooi verspreid, precies. Het een beetje van de twee. Traditioneel stereotyp zegt men dat mannen meer focussen op de essentie en vrouwen meer focussen op details. Dat is onderzocht, dat heeft ook een reden. Dat heeft te maken met hoe wij als mens geëvolueerd zijn. Vroeger, als man gingen wij jagen, moesten wij heel snel beslissing kunnen nemen. We konden ons niet permitteren om alle details van een situatie te doorgronden voor wij een beslissing namen. Als daar plots een beer voor u staat, gaat dat lopen. Dan heb je geen tijd om na te denken. Terwijl vrouwen, die konden op hun gemak aan het eten werken, die bereiden het eten, het huishouden. Dat is nu eenmaal hoe dat wij als mens vroeger, hopelijk gaat dat eruit, maar vroeger was dat toch de rolverdeling. En dan merken we nog altijd in evolutie dat stereotyp gezien, dat bij veel mannen en vrouwen nog altijd op die manier verhoudt. Dus het zou perfect kunnen dat die bovenste hier vooral de mannen waren en de onderste de vrouwen. Dus als je goed om kunt, als je focust op de essentie, dan ben je iemand die goed abstractie kan nemen. Als je veel details nodig hebt, dan ben je minder goed in abstractie. Ik heb daarnet ook abstractie gezegd, maar daar had ik het over de leerstijl. Ik heb me dat waarschijnlijk versproken. Hier gaat het over de abstractie. Dus als je goed bent in abstractie, dan is de essentie voldoende. Een paar kernzaken en je bent mee. Als je niet zo goed bent in abstractie, heb je veel details nodig om iets te begrijpen. Dan ga je ook, als je zelf iets uitlegt, veel details geven. En als derde, stel dat jij in de keuken iets gaat klaarmaken. Ben je iemand die nogal rommelig en chaotisch is? Op het einde van jouw kooksessie ligt heel die keuken overhoop. Of ben je iemand die eigenlijk wel netjes is, die regelmatig tussendoor een stukje afwas doet en een stukje opruimt, alles mooi klaarlegt? Welk type persoon ben je? Dit is poll 42. Het gaat ook weer min of meer gelijk op. Het zit een beetje van de twee. Ook hier weer, waarschijnlijk zit je ook wel ergens tussen de twee. Maar je merkt inderdaad dat allebei voorkomen zijn mensen die eerder chaotisch te werk gaan en mensen die eerder gestructureerd te werk gaan. Bij mijn weten heeft dit geen verband met man of vrouw. Dat is los daarvan. Dus degene die rommelig en chaotisch is, dat is iemand die een lage behoefte heeft aan structuur. Dus een lage drang naar structuur. En iemand die uiteraard opgeruimd werkt, heeft een hoge drang naar structuur. En het zijn die drie begrippen die ik in mijn onderzoek gevonden heb, die sturen op welke manier van modelleren, in mijn geval, maar in het algemeen geldt dat eigenlijk, welke manier van een probleem oplossen past het best bij jou. Dat is afhankelijk van die drie begrippen. Dus het is goed als je voor je eigen weet, voor elk van die drie, hoe score ik daar? De mensen die deel 1 gedaan hebben, hebben de cognitieve feedback daar ook bij, in de vorm van die scores. Maar als je gewoon nadenkt over de voorbeelden die ik geef, dan heb je daar normaal ook wel een idee van. En dus nu ga ik uitleggen aan de hand van die drie begrippen, afhankelijk van in welk kamp dat jij jou bevindt, ga ik jou uitleggen hoe jij je beste werk gaat. En ik ga dat doen eigenlijk voor een stuk in termen van modelleren. Hoe kan jij best een procesmodel maken? Maar waarschijnlijk maken jullie bijna nooit procesmodel. Je kan dat toepassen op allerlei andere zaken ook. Als je iets moet maken, iets moet creëren als oplossing, bijvoorbeeld je gaat een tekst schrijven, een bepaald rapport schrijven, een complex boek, weet ik veel, je gaat programmeren, dan kan je op diezelfde manier te werk gaan. Eerst en vooral die leerstijl, globaal versus sequentieel. Neem je gegevens op in volgorde of eerder met stukjes en beetjes. Als we kijken, dat is een score voor degenen die deel 1 gemaakt hebben tussen min 11 en plus 11. En als we kijken naar een verdeling, dit is een groep van 150 studenten. Eigenlijk een soort willekeurige sample uit de studentengroepen die wij geobserveerd hebben. Dan zie je dat dat wel min of meer zich normaal verdeeld verhoudt. Dus een heel grote brok in het midden en naar het einde toe heb je minder. Mensen die hier een hoog score hebben, zijn mensen die, als ik het goed heb,
eerder sequentieel werken. En een lage score is eerder globaal werken. Als je onder 0 zit, ben je een globale leerder. Als je boven 0 zit, ben je een sequentieel leerder. Dus je kan jezelf daar gaan positioneren. Zit je in het midden, dan ja, valt je eigenlijk inderdaad ook tussen de twee. En afhankelijk van je leerstijl, stel dat je iemand bent die in volgorde wil werken. Van voor naar achter, ik gebruik hier als symbool een trein. Een trein heeft een spoor en dat is maar één richting, dat is een bepaalde volgorde. Je kan daar niet afwijken, je hebt misschien een paar wissels, maar niet veel. Je hebt een bepaalde volgorde en je volgt die graag. Dan ben je een sequentiële leerder. Dan zijn dit de tips die voor jou van toepassing zijn. Eerst en vooral werk in volgorde. Je hebt een bepaalde opdracht gekregen, daar horen zinnen bij, of weet ik veel. En dat is in een bepaalde volgorde dat jou dat aangeleverd wordt. Als ik jou vraag bijvoorbeeld om een examen op te lossen, dan krijg je misschien 10 oefeningen. Maak die in de volgorde dat je ze krijgt. Dat is dan mijn tip. En dat zijn de mensen, als we over modelleren spreken, die flow-oriented, die volgordegerichte werkwijze zouden moeten gaan gebruiken. Zorg ervoor dat die volgorde voor jou logisch is en werk dat deel per deel af. Dus werk in een examenoefening per oefening af, bijvoorbeeld. We gaan eens bekijken voor een aantal specifieke gevallen. Ik vermoed dat er een aantal studenten zitten. Als je gaat studeren, wil dat zeggen, als je een sequentiële leerder bent, studeer hoofdstuk per hoofdstuk in volgorde van het boek. En werk die ook iedere keer af. Werk volledig hoofdstuk af. En als je denkt, ik heb dit onder de knie, ga je naar het volgende hoofdstuk. Ja? Zorg wel dat je genoeg tijd hebt om het hele boek te behandelen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor slechte examens, omdat je in volgorde bent gaan werken. Maar in principe is dat de beste aanpak voor jou, cognitief gezien. Mensen die veel moeten lezen, opnieuw, lees teksten van voor naar achter. Probeer dat niet diagonaal te lezen. Men raadt u dat soms aan om sneller te kunnen lezen. Voor deze soort mensen zou dat eigenlijk niet mogen werken. Mensen die programmeren, programmeer blokje per blokje, werk dat telkens af. Bijvoorbeeld klasse per klasse, methode per methode. Misschien zegt u dan niks als je niet kan programmeren. Maar werk telkens volledig af. Werk een volledig geheel af voordat je naar een volgend geheel gaat. En wat die gehelen voor jou zijn, dat kan verschillen. En mensen die een tekst moeten schrijven, een grote tekst, een bepaald rapport, in mijn geval mijn doctoraat, misschien ooit een boek schrijven, een verslag, werk dan ook stukje per stukje, deel per deel, bijvoorbeeld hoofdstuk per hoofdstuk. En werk telkens een deel volledig af. Dat wil zeggen, inclusief opmaak, figuren, zorg dat dat volledig af is voordat je naar hoofdstuk 2 gaat beginnen schrijven. Ja? Dit geldt voor de sequentiële leerders. Als je jezelf tot sequentiële leerder catalogiseert, dan zijn dit tips die voor jou van toepassing zijn. Ja? De andere, de globale leerders, die hebben een meer helikopterzicht op de zaken. Die hebben een globaler zicht. Overal pakken die kleine snapshots van wat ze tegenkomen. Hoe gaan die best werken? Wel, werk in fasen. Probeer telkens een volledig probleem in meerdere keren aan te pakken en iedere keer focust je op alles, maar je hebt telkens het overzicht over een volledig oplossingsproces. Dat zijn in termen van die grafiekjes van daarnet degene die aspectgeoriënteerd gaan modelleren. Maakt niet uit welke fasen. Ik heb hier als voorbeeld op die grafiekjes die 3 fasen, maar dat kunnen gelijk welke fasen zijn. Iets wat voor jou logisch is. En ook de volgorde maakt niet uit als je van achter naar voor wilt gaan werken en dat maakt voor jou op een of andere manier, houdt dat steek, dan moet je dat gewoon doen. Ja? Bijvoorbeeld voor studeren, diezelfde studenten, als jullie globale leerder zijn, dan moet je hier naar luisteren. Wissel af tussen oefeningetjes maken, lezen, instuderen. Dus maak bijvoorbeeld een hele middag oefeningen over alle hoofdstukken heen. We gaan een hele middag zaken lezen, samenvattingen maken. We gaan heel middag dingen instuderen. Dus bouw fasen in. Uit verschillende hoofdstukken, dus over de hoofdstukken heen. En totdat je het gevoel hebt dat je alles kent, dat het ergens op een of andere manier allemaal samenkomt. Mensen die veel moeten lezen, daar is wel het advies, lees in stukjes en brokjes. Als je de krant wil doornemen, ben je iemand die makkelijk hier en daar wat stukjes scant en daarop doorgaat. En dan is het eigenlijk beter dan dat je van voor naar achter moet doorgaan. Want je bent iemand die misschien rap de draad kwijt is dan. Programmeurs, programmeer verschillende onderdelen tegelijkertijd, maar werk bijvoorbeeld eerst aan de inhoud van je programma. Ga dan eens kijken naar foutafhandeling, zorg dat je programma nooit vastloopt. Ga dan bijvoorbeeld eens kijken naar de output, verzorg de boodschappen aan de gebruiker. Doe dat in fasen. Ja, dus werk niet telkens een volledig stuk code af in zijn geheel, maar werk eerst aan de essentie van de code en ga dan verfijnen en optimaliseren in fasen. Mensen die teksten moeten schrijven, ga je eerst... Ook in fase ga je eerst bijvoorbeeld de inhoud van je tekst bepalen. Wat ga ik het overal allemaal over hebben? Eigenlijk is dat min of meer jouw inhoudstafel dat je al oplegt. Dan schrijf je dat uit. Dan ga je opnieuw door heel je tekst door. Ga je aan de opmaak werken. Je gaat opnieuw door heel je tekst door. Werkt aan figuren. Opnieuw daardoor. Dus telkens in een fase ga je typisch door heel die tekst door, maar met een andere bril op iedere keer. Dat is voor de globale leerders.
Ja? En waarschijnlijk heb je, behalve die vier voorbeelden, heb je nog wel je eigen toepassingen ook. Doe dat maar, hè. Dus vertaal dit maar naar je eigen toepassingen. Als je een globaal leider bent, kan je best in fase werken en telkens je hele probleem overschouwen, maar telkens met een andere bril op. Er zijn natuurlijk ook mensen die echt zoiets hebben van, ja, maar ik zit echt tussen de twee. Ik heb tegelijkertijd dat sequentiële en tegelijkertijd dat globale. Wel, dan is de boodschap ook gewoon in dit geval combineer beide. We hebben dat vastgesteld, dat mensen die combinaties maken en die tussen de twee zitten, dat die effectief ook goede resultaten bekomen. Zodat dat geen enkel probleem is als je tussen de twee zit. Voor een deel, en de testen kunnen het makkelijk uitwijzen, als jouw score rond die nul hangt, dan mag je dat gerust combineren. Dus je werkt voor een stuk in volgorde, maar af en toe kan je een keer tijd nemen om even te werken aan de layout van je tekst of weet ik veel. Kan je even zo'n fase inlassen om een bepaald aspect te gaan behandelen. Dat is wat betreft leerstijl. Klinkt dat nuttig? Ik weet niet goed of jullie nog mee zijn. Het is een zware pak materiaal. Het is 6 jaar werk dat ik hier aan het uitleggen ben. Ik zie dat de aandacht een beetje aan het verslappen is. Nog eventjes volhouden, we zijn er bijna door. Tweede factor, die field dependency. Hoe goed ben je met abstractie? Ik denk dat daar iets misgelopen is in mijn scoreberekening. Voor degenen die deel 1 meegemaakt hebben. Ik denk dat daar iets misgelopen is, maar ik heb dat daarnet al uitgelegd. Zoals het op je blad staat, klopt. Dus ik vermoed dat het is, als je hoog scoort, dan ben je slecht in abstractie. En als je laag scoort, ben je goed. Zoals het, ja, zo klopt het normaal gezien in deze grafiek. Maar je moest wel degene die de cijfers berekend hebben, je waarde omkeren. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die goed zijn in abstractie, je hebt mensen die daar slecht in zijn. Meestal zit je meer in een extreem. Daar zit je zelden heel hard rond dat middelpunt. Links op de slide staan de mensen die onafhankelijk van een context goed kunnen redeneren, die dus met abstractie goed overweg kunnen. Rechts zijn de mensen die veel details nodig hebben. Ja? Als je veel details nodig hebt, dan is de tip, neem regelmatig pauzes. Dus doe niet alles in één keer, maar doe stukjes en neem regelmatig een korte pauze. Dat hoeft natuurlijk geen kwartier te duren. Dat kan soms zijn dat je gewoon 10 seconden even naar buiten kijkt. Dat kan soms genoeg zijn, maar werk in stukjes, kleine stukjes per keer. Werk ook in de volgorde dat de informatie op jou afkomt. Dat was daarnet ook bij bepaalde gevallen, maar dat komt hier terug. Mensen die graag details hebben, kunnen best de volgorde aanhouden die hen aangeboden wordt. Als jij 3 dingen moet doen, dan doe je die in de volgorde dat men die aan jou vraagt. Dat is de beste aanpak. En probeer alle delen van je oplossing op een bepaalde manier aan elkaar gelinkt te houden. Daarmee bedoel ik, als je aan deel 2 werkt, denk ook nog aan wat je in deel 1 al gedaan hebt. Of als je aan deel 3 werkt, denk ook nog terug aan deel 2. Probeer informatie aan elkaar gerelateerd te houden. Denk na over, moet ik het zeggen, iedere stap die je zet, zou eigenlijk logisch uit de vorige moeten volgen. Je zou nergens een breekpunt moeten hebben. Je zou ergens een soort flow moeten hebben die elkaar mooi opvolgt. Dat is een moeilijke tip, omdat je moet eens over nadenken hoe je dat soms kan doen. Maar als je zorgt dat iedere stap logisch uit de vorige volgt, dan gaat dat voor jou het makkelijkste en het efficiëntste in jouw geheugen lukken. Ik ga naar de andere kant. Degenen die goed zijn in abstractie, degenen die focussen op de essentie, los problemen gerust in 1 keer op. Probeer een heel probleem in 1 keer te overzien en 1 oplossing te doen. Dat zou moeten lukken. Doe dat wel zeer geconcentreerd en een vast tempo met weinig pauzes. En dat zou moeten lukken. Natuurlijk, te complex, dan is het te complex. Dat gaat nooit lukken. Hè. Sla gerust tijdelijk bepaalde delen over, bijvoorbeeld op een examen. Je weet niet alle vragen, sla er gerust een paar over, keer later terug. Maar dat geldt voor allerlei zaken. Als je iets moeilijk vindt, sla dat even over, kom daar later op terug. Je hebt daar geen enkel probleem mee met te switchen van voor naar achter, terug in het midden en overal weer in te pikken. En ten derde, werk gerust aan verschillende delen tegelijkertijd in een onlogische volgorde. Of in een volgorde die op het eerste zicht onlogisch is. Voor jou zal die altijd logisch zijn, we kunnen niet anders. Maar maakt niet uit in welke volgorde je de zaken aanpakt. Doe dat gerust. Van hier naar daar springen zou voor jou geen probleem moeten zijn. Huh? Dat is de tweede factor. Hoe goed kan je om met abstractie? De derde factor gaat over je nood aan structuur. Degenen die de test gedaan hebben, dit gaat enkel over de eerste score. We hebben daar een onderscheid gemaakt in die test tussen de drang naar structuur en de echte behoefte aan structuur. Hier gaat het over de drang naar structuur. Het kan zijn
dat jij heel veel behoefte hebt aan structuur, dat je dat heel graag hebt, dat je daar altijd naar streeft. Maar als er geen structuur is, heb je daar misschien niet altijd problemen mee. Dan heb je een hoge behoefte, maar een lage nood aan structuur. Het kan ook zijn dat je zowel een hoge behoefte aan structuur hebt, dat je dat graag hebt, als dat het ook slecht loopt als je het niet hebt. Dan heb je de beide. Maar dit gaat enkel over de behoefte aan structuur. Hoeveel zin heb je in structuur? Hoe graag heb je structuur? Hoeveel energie steekt je daarin? Ook daar is trouwens iets misgelopen bij de scores. Ik heb dat daarnet niet gezegd, maar als je de vraag goed interpreteert, dan zie je dat daar ook iets moet omgedraaid worden. Als je kijkt naar de antwoorden die je gegeven hebt en je zegt overal ja, ik heb veel structuur nodig, dan kom je blijkbaar toch aan de andere kant uit. Dus ik denk dat je daar ook de inversie moet pakken. Die testen, dat zit vol met inversen, dus het is niet ondenkelijk dat ik me daar vergist heb met een keer te veel of te weinig tegenstelde pakken. Ik heb ook geen idee waarom dat zo verloopt. Ook daar hadden we twee types. Links degenen die chaotisch werken, rechts degenen die graag alles netjes op een rij hebben. We beginnen met de rechtse, degenen die graag structuur hebben. Wel, hier ga ik geen tips geven, maar hier ga ik iets meer zeggen over hoezeer de vorige tips zou kunnen helpen. Als je iemand bent die van zichzelf graag structuur inbouwt in de zaken die je doet, dan heb je aan deze richtlijnen niet zoveel waarschijnlijk, want dan zijn dat zaken die je automatisch al aan het doen bent. Misschien heb je zoiets van, ja, maar ik doe dat eigenlijk al, ik heb hier niet veel geleerd. Dan zou dat kunnen zijn omdat je gewoon iemand bent die graag gestructureerd werk had en die dat eigenlijk zelf min of meer ontdekt heeft, dat dat een manier is die voor jou werkt. Maar tegelijkertijd vind je deze sessie misschien wel heel interessant. Je hebt iets van, ik doe dat al, maar dat zijn wel dingen die jou interesseren, want je hebt namelijk een grote behoefte aan structuur. Dat staat hier min of meer nog eens op een andere manier, dat je dat dus wel interessant vindt en dat je daar misschien ook plezier aan beleeft om dit nu in woorden enzovoort. Misschien zeg je, nu kan ik eindelijk verwoorden wat ik eigenlijk al heel mijn leven aan het doen ben of aan het denken ben. Aan de andere kant is de boodschap misschien iets negatiever. Mensen die een laag behoefte aan structuur hebben, hebben zoiets vooral, is dat echt allemaal nodig om dat zo gestructureerd te gaan aanpakken? Wel, dan is mijn antwoord, het voelt misschien voor jou tegen natuurlijk, maar voor jou, als je een lage intrinsieke drang naar structuur hebt, zijn deze richtlijnen juist heel zinvol. Je gaat het misschien moeilijk hebben om ze te implementeren, maar als het jou lukt, ga je er meer resultaat mee halen. Want dit is iets wat voor jou niet vanzelfsprekend is, niet vanzelf gaat. Ik denk dat ik dat ook hier in twee keer heb opgeschreven, want het komt erop neer wat ik zeg, dat het misschien iets is wat jou niet zo hard interesseert, maar tegelijkertijd is het wel iets wat jou heel veel zou moeten kunnen vooruit helpen. Goed, daar heb ik dus de voorbije 6 jaar aan gewerkt. Tot wat heeft dat nu geleid, dat onderzoek? Wel, in eerste instantie op gebied van onderzoek, puur tot die kennis, die wetenschap, het weten hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe werken mensen als ze een procesmodel maken, hoe pakken ze dat aan, wanneer loopt het mis, waarom loopt het mis en hoe kunnen we dat verbeteren? Dat is een hoop kennis. Voorlopig is dat niet meer dan kennis. Wat moet je nu concreet doen? Ik heb hier een aantal tips, maar dat is misschien nog niet zo heel concreet. Wel, dat gaat in de volgende jaren, ga ik daar hopelijk kunnen aan werken. Als ik hier lang genoeg kan blijven, hoop ik daar ooit een antwoord op te kunnen geven. Dus de volgende stappen is nu met die kennis iets praktisch doen. Mijn doel is om een programma te maken dat enerzijds jouw cognitief profiel meet, zoals we in deel 1 gedaan hebben. En op basis van jouw cognitief profiel krijg je dan een tutorial die je ook gewoon digitaal in dat programma kan doorlopen, die jou leert hoe jij zou je gedrag moeten aanpassen. En dan is de bedoeling dat je daarna beter gaat modelleren of misschien op termijn andere zaken ook beter gaat doen. We zijn daar al volop mee bezig. Mijn werk van mijn doctoraat is eigenlijk al min of meer een half jaar afgelopen, dus ik ben al volop bezig aan die vervolgstap. En de resultaten zien er veelbelovend uit. Eerst en vooral hadden we onze twijfels. Kunnen wij met een online tool, met zo'n programma, kunnen wij mensen op korte termijn hun gedrag zomaar aanpassen? Is dat iets wat we kunnen beïnvloeden? Want misschien werk jij op een verkeerde manier, maar misschien kan je dat niet makkelijk bijsturen. Wel, de resultaten daar zijn zeer goed. We hebben een tool die eigenlijk 2 uur werk van jou vraagt. 1 uur voor de testen en 1 uur waarin je wordt aangeleerd in die tool om aan te passen. Dat is een tool waar ik zelf niks meer moet aan doen. Dus je doet dat volledig op je eentje achter je computerscherm. En we zien dat 80% tot 90% van de mensen effectief hun gedrag verbeteren. Toch volgens onze theorie verbeteren. Ja, dus dat is een zeer goed resultaat dat we er al hebben. Een tweede stap die ik dan wil bekijken is, oké, is hun resultaat dan ook verbeterd? Ze hebben hun gedrag verbeterd, maar leidt dat dan ook tot een beter eindresultaat, betere modellen in mijn geval? En daar zijn de scores nog niet zo goed. Mijn resultaten zijn nog niet zo eenduidig. Maar dat ligt denk ik voor een stuk ook aan de manier waarop ik het meet. Het is moeilijk om te beslissen wat is een goed model, wat is een slecht model.
En ik weet niet zeker of mijn slechtere waarden liggen aan het feit dat ik slechte metingen heb voor kwaliteit van mijn model, of dat het ligt aan mijn techniek die toch niet helemaal de beste methode voorschrijft. Ja? Wat we wel zien is dat iets in de grootorde van 80-85% van jouw moeite die je hebt om een model te maken, dus los van hoe goed het dan uiteindelijk is, kan ik verklaren aan de hand van enkel die drie factoren. Dus afhankelijk van die drie factoren en de manier waarop je gewerkt hebt, kan ik eigenlijk 80-85% voorspellen van hoeveel moeite kost het jou om dat te maken. En moeite rekenen we dan in het aantal operaties dat je nodig hebt in dat programma om een procesmodel te maken. Dus als jij meer moet gaan verschuiven en deleten, heeft het jou meer moeite gekost dan als je van in het begin alles op de juiste plaats gezet hebt. Dus de resultaten voor de toekomst zien er veelbelovend uit. En de bedoeling is dat ik dit onderzoek verder ga zetten en tot iets concreets kan maken wat men echt in een bedrijf kan gebruiken. In eerste instantie voor procesmodelleren, maar misschien later ook voor allerlei andere problemen. Ja. Maar dat is eventjes de toekomst. Wat is het resultaat van het verleden, van de voorbije 6 jaar? Wel, het resultaat is dat ik vorige week mijn doctoraat met succes verdedigd heb, zoals promotor daarnet zei. Ik heb daar ook een aantal foto's van gemaakt. Er zijn niet zoveel, helaas. Het wordt mooi aangekondigd, zo'n verdediging. Hier sta ik te presenteren. Je ziet een deeltje van de jury en ook het andere deel van de jury. Dit is een proclamatie waar ik mijn diploma krijg. Dat staat in zo'n kokertje op die desk. En daar was een mooie receptie achteraf. En dat heeft ertoe geleid dat ik van sinds vorige week mezelf dokter Jan Klaas mag noemen. Dus bij deze. Misschien is dit het moment waarop dat promotor nog een woordje wou doen, had ik begrepen. Oké, dan is het nogmaals aan mij. Bedankt Jan voor de bondige uitleg. Het is de gewoonte aan onze faculteit dat we natuurlijk ook een diploma overhandigen. Dit is het diploma van Gent. Hier zie je duidelijk in dat er dus ook een verwijzing is naar Eindhoven. Dit is eigenlijk wel iets unieks, niet in de universiteit, maar er zijn wel nog niet zoveel succesvolle afgeronden van deze trajecten. Dus dat is zeker ook al een enorme verwezenlijking. Alleen al het contract opmaken voor dit ding te realiseren heeft misschien al 2 jaar van het doctoraat gekost. Dit is zeker ook iets, en voor Jan is natuurlijk ook wel, misschien dat jullie dat niet weten, maar business process management is een hot topic, maar is ook Technische Universiteit van Eindhoven is daar wel een van de belangrijkste universiteiten op dat domein. Dus was zeker goed voor Jan om daar ook mee samen te werken. Dus dat is het eerste wat ik moet overhandigen. Het tweede dat ik moet overhandigen is dit hier. Dit is de traditie sinds een jaar of 2, denk ik. Dat ook onze doctoraatstudenten zo'n baret krijgen. Ze moeten dat dan aandoen en ze moeten dat tijdens de receptie aanhouden en met iedereen mee op de foto gaan. Dus dat is het tweede. En dan als laatste vertelt de decaan meestal een grapje over ja, je hebt nu van alles geleerd, maar wat heb je zeker nog nodig? Dat is dan een stilo natuurlijk. Hè? En dit is dan het laatste, een persoonlijk, met de naam ingegraveerd, denk ik, stilo als cadeautje van de faculteit. Dus ook van mij nogmaals proficiat. Maar door Jan zijn traject moeten we hem eigenlijk maar blijven proficiat wensen. Dus ik heb hem al een paar keer proficiat gewenst, maar nu de allerlaatste keer proficiat Jan. En het was een leuke samenwerking. Voilà, alsjeblieft. Dank u wel. Ik weet niet of ik ermee sta. Verwit van niet, maar het is het moment om foto's te maken. Ik heb toch ook nog een paar slides voorzien. Namelijk, 6 jaar lang werken aan zo'n intensief topic, dat doe je niet helemaal alleen. Dus dit is mijn gelegenheid om een hele hoop mensen te bedanken. Nu, ik ga jullie niet vervelen met dat in het lang en in het breed te doen, maar ik wil eigenlijk wel iedereen bedankt hebben. Dus wat heb ik eigenlijk voorzien? Eerst en vooral een slide. Als je meer informatie wilt weten over mijn onderwerp, dan kan je op mijn website dat vinden. Ik dank ook mijn promotoren en een aantal sponsors. Het Rode Kruis heeft een beetje materiaal hier voorzien. AE heeft bloknotes en pennen voorzien. En dan heb je hier een slideshow met wie ik allemaal wil bedanken en hoe dat mijn doctoraat gelopen is.
mooi muziekje daaronder. Voilà. Bye.